Hallo lieve mensen, mijn naam is Ferdy Korpshoek en in deze video ga ik je stap voor stap laten zien hoe jij een professionele website kan maken. De tijd dat je 1000 euro's neer moest leggen om een website voor je te laten maken, die is voorbij. Het is nu heel makkelijk om het zelf te doen. En ik ga het je nog makkelijker maken door je stap voor stap te laten zien hoe jij je eigen website kan maken. Nou is misschien de vraag, wat gaan we in deze video behandelen? Nou, die vraag ga ik beantwoorden door je in de komende 2-3 minuten te laten zien wat wij in deze video gaan behandelen. Dit is de website die wij gaan maken. Je kan het resultaat zien op ellemastra.nl. We gaan hierin gebruik maken van een gratis thema genaamd Astra en een gratis spacebuilder genaamd Elementor. Ook gaan we gebruik maken van gratis afbeeldingen. Hier plaatsen we ons logo en hier hebben we een overzichtelijk menu. Als je wil kan je een submenu aanmaken, zodat de bezoeker makkelijk door onze website kan navigeren. Hier hebben we een duidelijke call to action. Wie zijn we? Wat doen we? Wil je meer informatie of wil je meteen contact met ons opnemen? En als we naar beneden scrollen, dan laten we meer zien over ons bedrijf, over wie wij zijn, wat mensen over ons zeggen, klanten voor wie we werken, mensen kunnen ons volgen en onze laatste projecten of blogberichten zien. Deze pagina gaan we vanaf nul maken. En als je dat nou nu wil, je wil gewoon de website maken en je hoeft niet zozeer te weten hoe je dat helemaal vanaf nul moet maken, dan ga ik je laten zien hoe je deze pagina in een paar klikken kan importeren in je website. Op die manier bespaar je enorm veel tijd en dan kan je daarna de website aanpassen naar jouw wensen. En deze pagina gaan we maken of importeren met de Elementor Page Builder. En dit is hoe die Page Builder eruit ziet. Hier links heb je allemaal elementen. En als ik wil bijvoorbeeld een knop, dan sleep ik die gewoon hier naartoe. Laat ik hem los. Kan ik hier de tekst aanpassen. Portfolio. Ik kan het centreren. Ik kan de link aangeven. Portfolio. Selecteer een andere pagina op de website. En bij de stijl kan ik nog meer dingen aanpassen. Ik kan de grootte aanpassen, de hoogte. En zo heb je voor elk element heel veel opties. Als ik het niet meer wil, rechtermuisknop, verwijderen. Als ik deze tekst aan wil passen, selecteer ik het. Ik kan het of dik gedrukt maken, of onderlijnd. Of ik kan het aanpassen naar marketing. En zo makkelijk is het. Als ik dan denk, nou, ik klik even hierop, maar ik wil toch aanpassen, zeg ik gewoon command of control Z en dan gaat het weer terug. Hier vind ik eigenlijk dat dit iets te groot is, dus ik klik hierop op het element. Dan ga ik naar de stijl, afmeting en dan kan ik die aanpassen. Ook wil ik het een andere kleur geven, dus bij de primaire kleur zeg ik, weet je wat, ik wil dit groen maken. Maar ja, dan wil ik dat hier natuurlijk ook. Hoe doe ik dat? Rechtermuisknop, kopieer, rechtermuisknop, plakstijl en plakstijl. Zo makkelijk is het. Als ik denk, hé, deze button die wil ik hier laten zien, sleep ik gewoon hier omhoog. Dan kan ik dan hier ook doen. Het is gewoon slepen en aanpassen. Als ik tevreden ben met het resultaat, klik ik hier op bijwerken. En als ik het resultaat wil zien, dan klik ik hier. Zodat ik heel de website kan zien zoals het eruit ziet. Of ik klik op het oog hier en dan zie ik hier het nieuwe resultaat. Wanneer ik dan hier iets aanpas, ik zeg marketing bijvoorbeeld, bijwerken, dan hoef ik hier niet te vernieuwen. Automatisch wordt dit opnieuw geladen en dan zie je marketing. En op die manier kan je heel makkelijk het eindresultaat zien van alle aanpassingen die je maakt. Ook ga ik laten zien hoe je templates kan importeren die door professionals gemaakt zijn. Ik klik gewoon hier op invoegen. En nu heb ik deze template in mijn website en kan ik de stijl en de inhoud aanpassen. Ik ga je laten zien waar je gratis afbeeldingen kan krijgen die je kan gebruiken op je website zonder dat je in problemen komt met copyright. Ook laat ik je zien hoe je die afbeelding kan optimaliseren. Daarnaast laat ik je zien hoe je je website responsive kan maken voor elk apparaat, hier voor tablets of voor smartphones. En dan laat ik je ook zien hoe je zo'n mooi menu krijgt, hier zo. En een submenu. Ik laat je zien hoe je blogberichten kan maken en een blogpagina met een overzicht van de meest recente blogberichten. Ik ga je laten zien hoe je een portfolio zoals deze kan maken en kan configureren. En je kan ook gebruik maken van filters, waardoor je alleen een bepaalde categorie laat zien. We gaan het natuurlijk hebben over het optimaliseren van je website, zodat je beter gevonden wordt in de zoekresultaten en nog veel meer. Na bekijken van deze video kan je zelfs je beroep maken van het maken van websites voor klanten. Hier zie je een aantal reacties van mensen die mijn eerdere video's hebben bekeken. Mocht je naar een bepaald punt in de video willen gaan, dan kan je in de beschrijving naar timestamps gaan. En daar zie je een overzicht van wat we behandelen in deze video. Als je dan op de tijdlink klikt, dan ga je automatisch naar dat punt in de video. Als ik nou te snel ga, dan kan je deze video op halve snelheid zetten. Mocht je nou tot een punt komen in deze video dat je denkt, wauw, de informatie die ik hier leer is echt geweldig. Wil je deze video dan liken? Voel je ook vrij om te abonneren voor meer video's die eraan komen over WordPress. Ze zijn wel in het Engels, dus als je goed Engels kan of je wil beter worden in Engels, voel je je dan ook vrij om te abonneren. Nou, laten we beginnen. Wat zijn de 4 punten die we in deze video gaan behandelen? Allereerst gaan we een domeinnaam en webhosting aanvragen. Dit gaan we doen bij SiteGround en hier kan ik je 60% korting aanbieden. Als je nou een domeinnaam en webhosting hebt, dan kan je dit gedeelte skippen.
Daarna gaan we WordPress installeren, een gratis tool waarmee je prachtige websites kan maken. Als derde gaan we gebruik maken van het Astra thema en de Elementor Page Builder. Twee gratis tools om je website nog beter te maken. Ik ga je stap voor stap uitleggen wat het allemaal is. Als we dat allemaal hebben gedaan, gaan we een prachtige website maken. Het eerste wat we gaan doen is een domeinnaam en webhosting aanvragen. Als je dit al hebt, kan je dit gedeelte overslaan. En als je dit niet hebt, laat me je dan uitleggen wat een domeinnaam en webhosting zijn. Stel, ik ga naar facebook.com. En wat zien we nu? We zien hier domeinnaam facebook.com en hier zien we de website. Dit is trouwens mijn zoon. Hier was hij net 2 maanden. Dus we hebben hier de domeinnaam. Dit is eigenlijk het adres van de website. En die linkt aan alle inhoud van deze website. Stel dat Facebook geen domeinnaam had, dan zou het zo heten. Maar dit is natuurlijk heel moeilijk te onthouden voor mensen om in te typen. Dus een domeinnaam is gewoon een adres op het internet die linkt naar jouw website. Dus stel, ik ga naar ferdycorpershoek.com. Dan is dit mijn domeinnaam. Die linkt naar de inhoud van mijn website. En daarom wil ik gelijk beginnen over webhosting. Wat is webhosting? Webhosting is eigenlijk een hele snelle computer die altijd aanstaat. Waarin alle bestanden en alle informatie van jouw website opgeslagen is. Dus deze afbeelding, mijn logo, die staat op de webhosting. Deze tekst, allemaal van de webhosting. Ik scroll naar beneden. Al deze afbeeldingen, alle tekst, alles hier is opgeslagen in mijn webhosting. Dus wanneer je een eigen domeinnaam hebt en je hebt webhosting, die twee gecombineerd, kan je een complete website maken en jezelf zichtbaar maken op het internet. En wie wil dat nou niet? Ik heb dit voor het eerst gedaan in 2004. Toen vertelde iemand, ja, je kan een domeinnaam kopen. Bij mij heb ik Fair Design genomen van Ferdy en dan ook design. En dan ging ik allemaal dingen opdelen. Ik vond het zo geweldig. Ik dacht, wauw, ik ben gewoon zichtbaar op het internet. En nu in 2020 vind ik het nog steeds geweldig om nieuwe domeinnamen te registreren. Websites te maken. En ik ga je in deze video stap voor stap laten zien hoe jij dat kan doen. Dus als je een nieuw domeinnaam wil, je eigen domeinnaam met webhosting gecombineerd in één pakket, dan mag je gaan naar webhosting128.nl. Ik klik op enter en dan staat hier, klik hier om naar SiteGround te gaan. Ik hou van SiteGround. Ik heb vele webhosting providers geprobeerd. Ik heb ook een tijdje zelf mijn eigen websites gehost en ik weet hoeveel problemen er kunnen zijn. En wanneer het niet werkt, zeker wanneer je voor een klant werkt, het kan zo verschrikkelijk frustrerend zijn. Nou, sinds ik bij SiteGround zit, werkt alles naar behoren. Heel soms heb ik een vraag of kom ik ergens niet uit. Dan heb je de SiteGround chat. Daar kan je met ze chatten. En vaak is het probleem dan in een paar minuten verholpen. Ze kunnen uitleggen wat je moet doen. Maar ze zeggen ook heel vaak, zal ik het even voor je doen? Dus dat is echt helemaal geweldig. En ik ben niet de enige die zo enthousiast is over SiteGround. Er is een webhostinggroep op Facebook. En elk jaar is er een poll van wat vind je nou de beste webhosting provider? En jaar na jaar staat SiteGround op nummer 1 als beste webhosting provider. En omdat SiteGround zelf ook overtuigd is van hun eigen dienstverlening, zeggen ze, weet je, als je het binnen 30 dagen toch niks vindt op een of andere manier, na 29 dagen denk je, weet je, ik vind niks, stuur ze een mailtje en je krijgt je geld terug. Dus je neemt eigenlijk geen risico, je kan het gewoon proberen. En het mooie is, ik ga je ook stap voor stap laten zien wat je kan doen. En heb je straks je eigen domeinnaam en je eigen webhosting. Je ziet hier 3 pakketten, ik scroll even naar beneden. Het Startup pakket, Grow Big pakket en Go Geek. Ik ga je wat vertellen erover. Een startup pakket kost €3,95 per maand. En wat kan je hier? Je kan hier 1 website installeren. Dus 1 domeinnaam met jouw website. Je krijgt 10 gigabyte aan webspace. Dat is echt meer dan genoeg. En je kan 10.000 bezoekers per maand krijgen. Nou, er zijn nog meer features. Hier zo gratis site builder. Dus je kan met een paar klikken kan je WordPress installeren. Ik ga je zo laten zien hoe dat moet. Je hebt 24/7 support. Je kan altijd met ze chatten of je kan ze bellen. Hou er wel rekening mee dat het in het Engels is. En je hebt gratis SSL, dus gratis HTTPS. Dat is ook tegenwoordig verplicht. En er zijn gewoon mensen, klanten van mij, die zeiden, wat is dat gratis bij SiteGround? Ik betaal €120 per jaar om dat gewoon te hebben. En bij SiteGround is dat dus gratis. Nou, wat ook mooi is, je hebt gratis e-mailaccounts. Dus je kan info@apstaatje jouw domein aanvragen. Of je eigen naam, @apstaatje je eigen domein. Je kan allemaal e-mailadressen aanmaken. Wat nog meer, er wordt elke dag een backup van jouw website gemaakt. Dus stel, je gaat een keer wat doen. Of een klant gaat wel een keer wat doen op jouw website. En die verprutst het helemaal. Dan kan je via SiteGround gewoon een backup van gisteren. Of van eergisteren. Of van 6 dagen geleden terugzetten. Dus als je nou 1 website wil hebben, dan is dit een ideaal pakket voor jou. Dan heb je GrowBig. Wat is nou het grote verschil? Hier kan je oneindig veel websites installeren. Dus stel ik koop een domeinnaam. Dan kan ik ook zeggen ik wil een 2e domeinnaam kopen. En 1e en 1/4e. Stel je gaat websites voor klanten maken. Dan kan je zeggen, weet je, ik zorg wel voor dat jouw domeinnaam wordt geregistreerd. En dan kan je heel veel websites onder ditzelfde account zetten. Je kan hun factureren per jaar. En zelf betaal je €6,45 per maand.
Je hebt dan 20 gigabyte aan webspace, wat ook meer dan genoeg is. En je kan 25.000 bezoekers per maand krijgen. Nou, je hebt de essential features die we hier ook hebben. En dan de premium features. Je hebt Supercacher, daarmee maak je je website nog sneller. Als je nou echt helemaal los wil gaan, dan kan je voor GoGeek gaan. Dit is ideaal voor als je echt een grote webshop wil gaan maken. Zelf gebruik ik dit pakket omdat ik heel veel websites heb. En je hebt weer meer ruimte en meer bezoekers die je per maand kan hebben. Nou, mocht je hier naar overheen gaan, dat is dus super cool. Dan kan je SiteGround contacten en dan kunnen ze een pakket op maat voor je maken. Dit pakket kost €3,95 per maand. Deze kost €6,45 per maand en deze kost €11,95 per maand. Wanneer je zeker weet dat je maar één website wil maken, dan kan je kiezen voor het Startup pakket. Wanneer je meerdere websites gaat maken, dan zou ik kiezen voor het Grow Big pakket. En daarmee kan je dus meerdere domeinen toevoegen. Je betaalt dan natuurlijk wel nog per domein wat je koopt. Je kan je plan ook nog later upgraden, maar ik ga het liefst meteen voor Grow Big. Dus ik klik op Get Plan. Wat we nu kunnen doen, we kunnen een domein kiezen. We kunnen een nieuw domein registreren of als we er al een hebben, dan zeggen we hebben er al een en dan kunnen we die later linken. Ik klik hier, ik ga voor nieuw domein. Nou, hier kan je een domein extensie kiezen en ik zou altijd kiezen voor .com of voor .nl. Als je iets internationaals wil gaan doen, .com. Ik heb verdikorpshoek.com. En als je iets in Nederland wil doen, dan raad ik je aan om voor .nl te gaan. Tuurlijk, je kan voor .eu gaan, maar ik vind dat zelf niet zo professioneel overkomen. Dus als het kan, ga voor een .nl naam. Nou, dan kan je hier iets kiezen. Stel, ik zeg, nou, ik wil Facebook. Proceed. Yes, ik ga Facebook.nl kopen. Dan zeggen ze natuurlijk, dat kan niet, want die is al bezet. Dus je moet een domeinnaam kiezen wat nog beschikbaar is. Je kan altijd je eigen naam doen. Misschien is die nog beschikbaar. Ik heb voor mijn business gewoon verdikorpshoek.com. En dat vind ik lekker makkelijk. Ik wil in deze tutorial gaan praten over Elementor en Astra. Elementor is een pagebuilder. Astra is een WordPress thema. Dus ik zeg elemastra.nl. Kijk of dat nog beschikbaar is. Ik klik op Proceed. En ja hoor, congratulations. Domain Elemastra is available for registration with your hosting account. Dus deze ga ik gebruiken. Elemastra.nl. En dan moeten we hier wat gegevens achterlaten. Ik zal het scherm wat groter maken voor je. En dan gaan we hier de boel invullen. Nou, je moet hier een e-mailadres achterlaten waar je toegang toe hebt. Dus ik laat hier verdikorpshoek.nl achter. Dan moet je een wachtwoord creëren. Die moet je natuurlijk onthouden om later toegang te krijgen tot je account hier bij SiteGround. Dus ik ga mijn wachtwoord verzinnen. Hier moet je me herhalen. Dan scroll ik naar beneden. We komen uit Nederland. Eerste naam Ferdi, mijn achternaam Korpershoek. Het bedrijf is Ferdi en Anna Media. En als je een B2-nummer hebt, dan kan je die hier plaatsen. En wanneer dat doet, dan wordt de belasting van het totaalbedrag afgehaald, zodat je dat niet hoeft te betalen omdat je een bedrijf hebt in Nederland. Dus ik vul mijn hier in. Nou, waar kom ik vandaan? Uit mijn sluis. Mijn adres. Mijn zipcode. Dit moet aan elkaar. Geen spatie ertussen. En mijn telefoonnummer. En dan ga ik naar de payment information. We kunnen betalen met creditcard. Maar het geweldige aan SiteGround is dat ze ook aan Nederlanders denken. Dus je kan ook betalen met Ideal. Daar ga ik voor. Dat selecteer ik en dan gaan we dat straks even doen. Hier, we hebben gekozen voor Grow Big. Misschien heb jij voor Startup of GoGeek gekozen. Je kan het altijd nog veranderen. Dus stel ik zeg, weet je, Startup. Dan zie je dat de prijs per maand verandert. Datacenter Europa. Als ik nou een website maak die echt gericht is op de USA, dan kan ik USA zeggen. Ik laat lekker op Europa staan. En dit is heel belangrijk. De periode. Hoe lang wil je webhosting registreren? Wat ik heb gezegd, je krijgt 60% korting en dat is alleen voor de eerste periode. Dus als jij 12 maanden webhosting wil, dan krijg je 12 maanden 60% korting. Dat kan je vergroten door te zeggen, ik wil 36 maanden lang 60% korting. Het enige is dat je het dan nu moet betalen. Maar stel, je hebt een GrowBig en je gaat voor 12 maanden, dan moet je na die 12 maanden €17,95 per maand gaan betalen. Dat is een stuk meer, omdat je dan niet die 60% korting krijgt. Wat ze wel doen, je kan na het eerste jaar ook weer opnieuw kiezen om 3 jaar webhosting te doen. En dan krijg je wel weer korting, maar dan geen 60%, maar 30%. Dus wat je kan doen, hoe ik denk, ik ga een website maken over fotografie, webdesign en film. Als ik 1 film maak, dan heb ik dit bedrag er al makkelijk uit. Stel ik voor 36 maanden ga met Startup, betaal ik €142. Als ik kies voor Grow Big, dan ga je al naar een aardig groter bedrag. Maar met 1 goede opdracht heb je dit er al uit. Nou, ik zeg 12 maanden met Grow Big. Betaal ik €77,40. Dus ik wil wel eerlijk zijn daarin. Hoe langer je dit neemt, hoe meer korting je krijgt. Nou, domein hebben we geregistreerd. SiteGround Scanner hebben we niet nodig. Daar hebben we gewoon plugins voor. En dan kom ik totaal op €92,35. Dan kan je hier checken dat je akkoord gaat met de Terms of Service en de Privacy Policy. En als je wil, kan je ook nieuwsberichten ontvangen.
via de e-mail en dan kan je dit aanchecken. Als je dit koopt via webhosting128.nl, dan krijg je daar een commissie voor. Dus dankjewel, dat helpt me om deze tutorials te maken. En dan klik ik nu op Pay Now. Dan worden we, als het goed is, doorverwezen naar Ideal. Yes, ik zeg even command 0. Gaan we weer naar normale grootte van het scherm. En dan klik ik zelf voor Knap. Daar zit ik nu bij. Hele prettige bank. Betalen via de Knap app. Even de boel scannen. Het is gelukt. Dus ik ga weer terug naar SiteGround. En dan staat er: bedankt voor het bestellen van je SiteGround hosting service. Your transaction was completed. Omdat het om een .nl domein gaat, duurt iets langer met .com. Ben je meteen live met je website, dus kan je meteen verder gaan. Nu moeten we even wachten. We zijn op dit moment je order aan het processen. Dus als het langer duurt dan 1 uur, dan moet je even contact opnemen. Dus ik ga ervan uit dat het 20 minuutjes duurt voor onze website live is. Hoe kan je dat testen? We kunnen checken door even naar ons domein te gaan. In mijn geval ellemastra.nl. Nou, nu is die dus nog niet live. Ik laat je weten hoe lang dit duurt. Ik denk 20 minuutjes en dan ben ik terug bij jou. Als ik de pagina vernieuw, dan staat er awesome site in the making. An amazing site is coming to this web address. Come back soon. Nou, dat betekent dat onze website nu geregistreerd is. Dus wij hebben nu toegang tot deze website. Dus ik ga even terug naar deze link. Als je deze niet kan vinden, ga dan naar het e-mailadres wat je hebt opgegeven. Ik heb via Safari dat e-mailadres openstaan. Ik kreeg het mailtje na een uur. Dat betekent dus dat na een uur de website live was. Ik klik op deze e-mail. Important information about your new hosting plan. Display images. En hier staat dat ik hierin kan loggen met deze gebruikersnaam en het zelfgecreëerde wachtwoord. Dus je kan gewoon gaan naar My SiteGround. Wat ik nu mag doen, ik mag naar my.siteground.com gaan. My SiteGround. En daar loggen we in met de gegevens die we hebben geselecteerd. Dat is het e-mailadres wat je hebt geselecteerd. Je kan ook naar je e-mailadres gaan en daar zie je dus gebruik je username. In mijn geval was het ver@verdikorpshoek.nl en het wachtwoord wat je hier zo hebt opgegeven. Dus dat doe ik. ver@verdikorpshoek.nl. Next. En dan mijn zelf gecreëerde wachtwoord. Sign in. Geweldig. Deze pagina kan ik sluiten. Deze tab. We hebben de eerste stap voltooid. We hebben een domeinnaam en webhosting. Nu gaan we WordPress installeren. En dan staat hier Setup Website. Daar klik ik op. Ik wil een nieuwe website starten. Dus ik klik op Select. Start een nieuwe website. Dan scroll ik naar beneden. Ik wil gebruik maken van WordPress. Ik klik op Select. En dan kunnen we zelf onze inloggegevens creëren. Nou, ik wil zeggen ver@verdikorpshoek.nl. En ik wil zelf een wachtwoord creëren. En dan klik ik op Continue. Dan vragen ze of wij de SiteGround scanner willen. Nee, die willen we niet. Dus we klikken op Finish. Onze website wordt op dit moment gecreëerd. En er staat, please wait, het duurt ongeveer 2 minuten om deze website te creëren. Het zegt dat het iets langer doet dan normaal. Ik denk ook dat jullie allemaal tegelijkertijd mijn tutorial aan het volgen zijn. Dus dat zou wel eens de reden kunnen zijn. Nee, gekheid. Dit geeft niet. Wat we kunnen doen, we gaan naar websites. Daar klikken we op. Dan klik je hier op WordPress Kit. En dan klik je op WordPress Admin. En nu kunnen we inloggen. Weer met ver@verdikorpshoek.nl. I love Anna en Noah. Noah. Log in. Het is trouwens best moeilijk om een ander wachtwoord in te typen dan dat je het ene zegt. Maar het is gelukt. En dan krijg je dit te zien waarschijnlijk. Nou, dit skippen wij. Ik klik op exit. En dit heb ik niet nodig. En dan komen we op de achterkant van onze website. Onze website heeft een achterkant en een voorkant. Maar voordat ik verder ga, wil ik even een vinkje maken. Want we hebben ons tweede doel bereikt. We hebben WordPress geïnstalleerd. Laat ik nog even hebben over de achterkant en de voorkant. Als wij de voorkant van onze website willen zien, deze sluit ik, dan klik ik hier Visit Site. Dit is onze website. We zijn live, ellemastra.nl, maar dit ziet er niet uit. Maar we gaan het heel mooi maken. Dus dit is de voorkant. Iedereen die nu naar ellemastra.nl gaat, ziet dit. Maar dit is de achterkant en hier gaan we alle aanpassingen maken, zodat de voorkant van de website er super mooi uit komt te zien. Nou, het eerste wat ik wil doen is de website Nederlands maken. Dat kan ik doen bij Settings, General. Dan scroll ik naar beneden en dan staat er Site Language. Ik klik op Engels en ik zoek naar de D van Dutch of ik scroll naar beneden. En het kan ook zijn dat het gewoon de N is van Nederlands. Jazekers. Oké, dan scroll ik naar beneden en dan klik ik op Save Changes. Dit was vroeger verschrikkelijk moeilijk om te doen om de website taal te veranderen. Nu is het zo simpel en dat is het mooie van WordPress. Ze maken alles steeds
beter. Nou, wat is nou WordPress precies? Dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet verteld. WordPress is een tool die het eigenlijk makkelijk maakt voor ons om een website te maken. Als wij een nieuwe pagina willen maken, dan gaan we hier naar nieuw en dan klikken we op pagina. Nou, wat er op de achtergrond gebeurt, is dat er dan allemaal scriptjes gaan communiceren met de database en PHP en HTML en JavaScript. Maar daar begrijp ik niet zoveel van. Dus WordPress doet al het moeilijke voor ons. WordPress is een systeem, een content management systeem, wat alle ingewikkelde processen voor ons doet, zodat wij ons kunnen richten op het creëren van een website zonder kennis te hebben over bepaalde scripttalen. Dus wat ik nu ga doen, ik ga naar het dashboard. En dan is dit de achterkant. Hier kunnen we updates installeren. Dus er is een update. Klik op updates. En dan zeg ik bijvoorbeeld nu opnieuw installeren. Misschien omdat we de taal hebben aangepast. En nu is WordPress weer geüpdate. Ga ik weer naar het dashboard. We kunnen blogberichten plaatsen. We kunnen afbeeldingen, video's, pdf's toevoegen. We kunnen pagina's creëren. De homepagina, de over ons pagina, de contactpagina. Mensen kunnen reacties toevoegen, die kunnen wij beheren. Dus we kunnen ze toelaten of verwijderen of zeggen dat mensen helemaal geen reactie achter kunnen laten. Hoe gaan we deze site weergeven? We hebben WordPress thema's, daar gaan we het zo over hebben. We hebben plugins, daarmee kunnen we extra functionaliteit aan onze website toevoegen. Daar gaan we het ook over hebben. We kunnen meerdere gebruikers toevoegen. En we hebben bepaalde tools die we kunnen gebruiken. We hebben de instellingen en de SiteGround Optimizer. Dit is een plugin en als je een plugin installeert, kan die in het overzicht komen te staan. Nou, het eerste wat ik wil doen is onze website opschonen, want niet alles wat wij hier zien hebben wij nodig. Wat doe ik daarvoor? Eerst ga ik naar de plugins. En er zijn hier twee plugins geïnstalleerd. De WordPress Starter en de SiteGround Optimizer. Ik klik hier, daarmee selecteer ik alle plugins. Ga ik naar acties, deactiveren. Ik heb deze plugins niet nodig. Ik klik op toepassen. Nu zijn ze gedeactiveerd. En nu ze gedeactiveerd zijn, kan ik ze verwijderen. Dus ik klik opnieuw hier om ze allebei te selecteren. Acties, verwijderen, toepassen. Jazekers. Dan ga ik weer naar het dashboard. Staat er welkom bij WordPress. Dat ga ik negeren. Dan heb ik één pagina. Die kan ik zien door hier op te klikken. Of ik ga hier naar pagina's. Alle pagina's. En ook hier zeg ik alles verwijderen. Verplaatsen naar de prullenbak. Toepassen. Prullenbak. En dan ga ik de prullenbak leegmaken door hier te klikken op prullenbak leegmaken. Dan ga ik naar mijn gebruikersinstellingen. Op dit moment staat er ver-verdikorpshoek.nl. Dus stel dat ik een blogbericht plaats, dan staat er blog is geschreven door ver-verdikorpshoek.nl. Nou, dat vind ik niet zo mooi. Dus ik klik hier op profiel wijzigen of hier bij gebruikers je profiel. En dan kan ik hier de look and feel aanpassen van de achterkant van de website. Ik vind standaard wel gewoon mooi. Hier is mijn gebruikersnaam, die kan je niet aanpassen. Wat je wel kan doen, is een nieuwe gebruiker aanmaken. Nieuwe toevoegen. Laat ik het gewoon eens doen. Nieuwe toevoegen. Dan kan ik hier zeggen Ferdy Korp. Dat wordt mijn gebruikersnaam, e-mailadres. Nou, laat ik zeggen info@verdikorpershoek.com. Voornaam Ferdy, achternaam Korpershoek. En dan kan ik een wachtwoord creëren. Ik bevestig dat ik een zwak wachtwoord gebruik. En ik wil de rol een beheerder maken. Dit hoef je trouwens niet te volgen hoor. Ik wil je gewoon laten zien hoe het werkt. Nieuwe gebruiker. En nu een tweede gebruiker. Ik ga weer even terug naar mijn profiel. Ik scroll naar beneden en wat ik moet doen. Ik kan hier mijn voornaam invullen. Ferdy. Mijn achternaam. Korpershoek. Mijn schermnaam. Die laat ik gewoon even wat het is. En dan staat hier de schermnaam. Die kan ik aanpassen nu naar voor- en achternaam. Dat is dus Ferdy Korpershoek. En nu staat er hallo Ferdy Korpershoek. Wat betekent dat? Als ik nu een blogbericht plaats, dan staat er door Ferdy Korpershoek. En niet meer door ver-verdikorpshoek.nl. Dus dat klinkt beter. Nou, mijn e-mailadres kan ik veranderen. En wat ik je wil vertellen. Op dit moment zie je zo'n icoontje hier. Nou, dat is niet zo mooi. Ik denk dat dat beter kan. Dan kan je een Gravatar account aanmaken. Je kan een profielafbeelding wijzigen op Gravatar. Als je daarop klikt, dan kan je je aanmelden en met e-mailadres wat je daarmee aanmeldt, als je dat ook gebruikt op je WordPress website, in je WordPress website, dan wordt de foto die je hier uploadt, hier met bijvoorbeeld, wordt zichtbaar overal op de website waar je foto wordt laten zien. Nou, wat ik net heb gedaan, ik heb een nieuwe gebruiker toegevoegd. Dus wat ik nu zou kunnen doen, ik kan inloggen als hem. Dus ik ga even uitloggen.
Dan log ik in als Verdi Corp. En wat ik nu kan doen, kan ik gaan naar gebruikers, alle gebruikers. En zeg ik over Verdi Corp zoek, ik verwijder jou. Al inhoud koppelen aan de nieuwe gebruikersnaam. En nu zie je dat ik ineens een foto heb. Hoe komt dat? Omdat ik een Gravatar account heb met info@verdicorpsoep.com. Je mag dit even allemaal vergeten. Ik heb een tutorial hierover, wel in het Engels. Kan je hier klikken om die te bekijken. En daarin laat je stap voor stap zien hoe je een Gravatar account aanmaakt. En dan je profielfoto kan koppelen aan je e-mailadres. Ga ik nog één keer terug naar mijn profiel. Daar waren we namelijk. Voornaam, achternaam. Hoe wil ik het laten zien? Mijn e-mailadres, dat kan je ook veranderen. Heb je een website, die kan je hier invullen. En hier kan je wat over jezelf vertellen. Verdi is een webdesigner en leert anderen hoe ze zelf een website kunnen maken. Zoiets. Hier kan ik mijn wachtwoord aanpassen. Ik kan er ook een genereren, kan hem verbergen. Maar dat hoeft voor mij niet. Dus ik zeg annuleren. En ik zeg profiel bijwerken. Top! Dan gaan we naar de instellingen. Algemeen. Hier staat de site titel. Nou, wat ik kan zeggen is, welkom op mijn website. Maar als je dat googelt, en ik wil zeggen als je dat googelt, want wie googelt er nou naar welkom op mijn website? Wij willen gevonden worden op Google. Laten we dat voorop stellen. Dus de site titel is erg belangrijk om gevonden te worden. Dus wat je kan zeggen als je een bedrijf hebt, Verdi Corp Media of Verdi en Anna Media, dan kan ik dat daar zetten. Maar mensen die ons niet kennen, die gaan niet zoeken, hey, ik zoek een fotograaf, ik ga zoeken op Verdi en Anna Media. Nee, ik wil gevonden worden op termen waar mensen op zoeken. Dus ik zeg niet Verdi en Anna Media. Nee, ik zeg fotografie, film en webdesign in één pakket. Dat is wat ik wil aanbieden aan mijn klanten. Fotografie, film en webdesign in één pakket. Dus als mensen dan zoeken op fotografie, film en webdesign in één pakket, dan is er een kans dat ik gevonden word. Daarachter kan ik wel zeggen Verdi Corp Media, mijn bedrijf. Maar hoe meer je naar de links de keyword zet waar je op je gevonden wil worden, hoe groter de kans is dat je daar gevonden wordt. Ondertitel. Geef met enkele woorden aan wat de inhoud van je website is. Wij bieden een compleet pakket aan waarin mensen hun bedrijf op de kaart kunnen zetten. Zoiets. Nou, wat ik hier zie, onze website is HTTP en dan staat er not secure. Dus dat willen we aan gaan passen. Allereerst, de website taal is Nederlands, de tijdzone. Dus dan zeg ik hier, plus 1. Hoe wil ik de datum laten zien? Ja, het is 1 januari. Iedereen zit lekker oliebol te eten en elkaar te bezoeken. En ik zit hard te werken, want ik heb nieuwe doelen opgesteld. En ik wil ze allemaal bereiken. Nee hoor, ik ga de komende tijd heel veel mensen zien. Dus vandaag dacht ik 1 januari, tijd voor een nieuwe tutorial. En dat vind ik ook wel leuk staan zo 1 januari 2020. En straks komen mijn schoonouders, gaan we hartstikke gezellig doen. Nou, zo wil ik het laten zien. Je kan het ook zo doen of zo. Nou, ik vind voor een Nederlandse website 1 januari 2020 het beste. De tijdnotatie. Wij werken niet echt met PM en AM. Dus ik zeg gewoon 12:38. De week begint op maandag. En dan zeg ik wijzigingen opslaan. Top. Dan ga ik even naar de permalinks. Dit is erg belangrijk. Stel dat wij een blogbericht maken en die heet hallo. Dan gaat dat er zo uitzien. http://lamastra.nl /index.php 2020-01-01 hallo. Dat vind ik er niet uitzien. En erger nog, Google vindt het er helemaal niet uitzien. Die denkt, weet je wat, deze website, daar gaan we niet zo heel veel naar kijken, want die heeft hele gekke links. Dus wat wil je doen? Je wil berichtnaam selecteren. Wat gebeurt er nu als wij een blogbericht maken die heet hallo? Dan ga je naar lamastra.nl/hallo. En niet meer al die ingewikkelde of dit, nog lelijker. Dit vind ik ook verschrikkelijk. Als je dan over 3 jaar een pagina bezoekt op je website die echt supergoed is met hele waardevolle informatie, maar mensen zien, oh, het is al 3 jaar oud, dan gaan ze niet kijken. Dus je wil gewoon zeggen, een berichtnaam. Ik scroll naar beneden en ik klik op opslaan. Dus als ik een pagina maak die heet contact, dan ga je naar lamastra.nl/contact. Veel beter. En ook dit was vroeger super ingewikkeld om allemaal te doen en nu is het gewoon heel makkelijk. Het wordt steeds leuker en makkelijker om websites te maken. En daarom wil ik anderen ook leren. Het is niet meer zo moeilijk. Je hoeft geen 1000 euro's meer uit te geven om het voor je te laten doen. Je kan het gewoon zelf. Trouwens, mooi moment misschien om te zeggen, hey, als je dit nou echt leuk vindt, voel je vrij om deze video te liken en te abonneren voor meer video's. Het zijn voornamelijk Engelse video's, maar zo nu dan creëer ik ook wat in het Nederlands. En mijn doel voor 2020 is om meer tutorials in het Nederlands te uploaden.
Waarom? Omdat er vraag naar is. Dus ik ga ook een website maken over hoe je een webshop maakt. Misschien ga ik wat doen over dropshipping, affiliate marketing. Super interessant. Dat is wat ik nu doe in het dagelijks leven. Dus hou me in de gaten. Oké, laten we weer verder gaan. Even kijken, wat gaan we doen? Ik zie dat onze website not secure is. Dus ik ga naar my.siteground.com. Daar zijn we, als het goed is, nog ingelogd. Dan klik ik op websites en dan ga ik naar site tools. En hier kunnen heel veel dingen instellen. We kunnen een e-mailadres aanmaken en zo. Nogmaals, als je Engels kent, kan je naar YouTube gaan. Zoeken naar Ferdy Korpershoek SiteGround. Daar heb ik een prachtige tutorial over gemaakt. 2 maanden oud nu. En daar laat ik je alles zien over hoe je SSL toevoegt, FTP, hoe je omgaat met staging, subdomeinen. Er is zoveel mogelijk. Maar wat we nu willen doen, we willen gaan naar security. En dan gaan we naar SSL manager. En dan gaan we even hier ons domeinnaam selecteren. En dan selecteren wij Let's Encrypt. Dan klik ik op Get. En dan staat er op dit moment wordt Let's Encrypt aangevraagd en verwerkt. En dat kan wel eventjes duren. Oké, er staat dat het geïnstalleerd is. En dan kan ik hier bij Manage SSL op Actions klikken. En dan wil ik zeggen Enforce HTTPS. Zet het aan. Dan moet je ook weer even wachten. Yes, het is gelukt. Dus nu, hier bij de permalink instellingen, ga ik terug naar instellingen algemeen. En het kan zijn dat ik dan opnieuw moet inloggen. Waarom? Omdat we nu een veilige website hebben. Ja, ik moet opnieuw inloggen. Ik klik op inloggen. En dan verander ik hier bij algemeen, bij de instellingen, HTTP naar HTTPS en HTTPS. Wijzigingen opslaan. Weer inloggen. Jongens. Maar dit was de laatste keer. Nu zijn we er echt. Kijk, onze website is veilig. En als we naar de voorpagina gaan, is onze website nog steeds veilig. Deze kan je weer weghalen. Dus dit is hoe het eruit ziet. Voordat ik dit ga veranderen, wil ik eerst een paar pagina's toevoegen. Dat kan ik op een paar manieren doen. Ik ga naar nieuw en klik op pagina. Of ik ga naar de achterkant van de website. Ik wil dit even sluiten, zodat het netjes is. En dan kan ik naar pagina's, nieuwe pagina. Of ik ga naar pagina's. Dan klik ik hier op nieuwe pagina's. Nou, omdat het vandaag een hele bijzondere dag is dat jij een nieuwe website maakt, mag jij kiezen waar je een nieuwe toe wil voegen. Ik persoonlijk, nee, dat maakt me echt niet uit. Ik klik op nieuwe pagina. En dan is het heel belangrijk om te bedenken wat voor pagina's wil je toevoegen op je website. En er is een hele simpele regel in het leven. Als je iets goed wilt doen, moet je kijken naar mensen die datgene goed doen, die succesvol zijn op dat gebied. En dan moet je dat niet één op één kopiëren, maar je kan er wel inspiratie uit halen. En dan kan je daarin misschien sneller succesvol worden. Dus je kan nu zomaar wat doen naar je homepagina, weet ik veel. Wat ik graag doe, ik ga graag naar succesvolle bedrijven. Stel dat ik een bedrijf wil maken over fotografie, webdesign en film. Nou, ik ken een bedrijf die dat ook doet. Die heet Red. Matters.com. Dan ga ik gewoon daaruit inspiratie op doen. Dit is een prachtige foto. Je ziet wel gelijk dat ze wat kunnen. Dat ze echt kwaliteit hebben. Dan ga ik kijken wat voor menu hebben zij. Zij hebben home, over ons. Zij noemen het cases. Dus, misschien moet ik het geen portfolio noemen, maar cases. Expertises. Ze hebben een blog. En contact en vacatures. Dus ik denk, weet je wat, homepagina wil ik over ons. Ik noem het zelf liever portfolio. Een blog wil ik ook, een contactpagina. Oké. Nou, dan kan je daar dus inspiratie op halen. En nogmaals, niet alles letterlijk kopiëren. Oké, wat hebben ze bij over ons? Ja, tof, zo ga ik het ook doen. Ja, cool, en dan zo'n button hier. Ja, ik ga het precies zo doen. Nee, ga daar inspiratie op halen, maar ga niet kopiëren. Dat is mijn idee erover. Dus ik wil een homepagina. Dan klik ik op publiceer. En dan zeg ik nog een keer publiceren. En nu hebben wij de homepagina gecreëerd. Nieuw. Pagina. Wat wil ik nog meer? Ik wil iets over ons vertellen. Over ons. Publiceer. En publiceer. Wat nog meer? Ik wil mensen laten zien wat wij te bieden hebben. Dus een nieuwe pagina. En die heet diensten. Of expertises, hoe je het wil noemen. Ik noem het diensten. Maar nu zijn er 3 diensten die ik wil aanbieden. Als pakket, maar ook individueel. Dus ik wil voor elke dienst een pagina aanmaken. Nou, de eerste is dus nieuw pagina. Dat is fotografie. Publiceer. Publiceer. En trouwens, alles wat ik heb geleerd de laatste jaren over hoe je websites maakt, over hoe je fotografie doet, film, webdesign,
en ook film heb ik allemaal geleerd via het internet. En dat heeft me zo goed gedaan dat ik ook daarom wat terug wil doen door het ook anderen te leren. En er zijn heel veel websites. Je kan nu op YouTube bijna alles leren. De tweede is nieuw pagina. Film. Vind ik wat mooier klinken dan video of videografie. Gewoon film. Bam. En de derde is webdesign. Webdesign. Publiceer en publiceer. Dus we hebben nu home over ons. Onze dienstverlening waarin de drie subdienstverleningen. En dan wil ik laten zien wat ik in huis heb. Dus ik ga naar nieuw. Pagina. En ik noem dit portfolio. Dat is in het algemeen wel bekend van portfolio. Oké, daar kunnen mensen laten zien wat ze doen. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, kunnen ze klikken op portfolio. Publiceer. Publiceer. Ik wil zelf ook een blog bijhouden. Waarom? Omdat je daarmee ook beter gevonden kan worden. Ik kan dus een artikel maken over hoe je een film maakt als beginner. Hoe je zelf een website maakt. En daar kan ik dan op gevonden worden. En misschien denken mensen dan, nou weet je, het gaat mij toch niet lukken om dit te doen. Nou, dan vraag ik wel de bedrijven of ze het voor mij willen doen. Als ze zien dat je gratis waarde geeft, dan zijn ze ook eerder geneigd om een van je diensten te gebruiken. Dus daarom gebruik ik een blog. Pagina. Blog. En wanneer mensen overtuigd zijn, hopelijk, wanneer ze onze website zien en zien wat we kunnen, onze dienstverlening, alles. Nieuw. Pagina. Dan wil ik een contactpagina aanmaken. Publiceer. Publiceer. Dus nu, als we klikken op alle pagina's, dan zien we hier een overzicht met alle pagina's die we hebben gemaakt. En als ik dan naar de website ga, ik hou command ingedrukt of op een pc control, dan klik ik. Dan zie je hier ons menu. Nou, ik vind dat het er niet uitziet. Als ik deze website zou zien, zou ik heel snel wegklikken. Dus we gaan het wat overzichtelijker maken. En de eerste stap om dat te doen is door een menu te maken. En hoe kan ik dat doen? Ik ga naar weergave, menus. Mevrouw zegt altijd dat ik het woord verkeerd zeg. Menus. Maar ik neem aan dat jullie weten wat ik bedoel. Menu, naam. Die noem ik gewoon main_menu. En voor mij is dat gewoon, dan weet ik, dan gaat het over het hoofdmenu. Je kan het noemen zoals je het wil. Je kan zeggen home gym. Als jij dan weet dat je daarmee het hoofdmenu bedoelt. Maar ik heb liever main_menu. Aanmaken. Nou durf ik het woord niet meer te zeggen. Het M-woord. En dan ga ik hier naar de pagina's. Alles tonen. Alles selecteren. Ik kan ook zeggen, behalve film. Hier kan je alles selecteren en dan klik je op aan het menu toevoegen. Dan zie ik allemaal hier pagina's staan, behalve hier. Hier staat aangepaste link. Dat wil ik daarom ook weghalen. Die hoeven wij er niet tussen te hebben. Dus ik klik hem open en dan op verwijderen. Nou, hier beneden kunnen wij de locatie tonen. Waar wil ik dit laten zien? Nou, er zijn meerdere opties en dit is afhankelijk van het thema. En met dit thema zijn er best wel opties en ik klik op desktop. Horizontale menu. Opslaan. Dus als ik nu weer ga kijken, ik hou control ingedrukt, dan zie ik hem hier verschijnen. Maar de volgorde klopt niet. Hoe kunnen wij de volgorde aanpassen? Heel simpel. Ik zoek home. Ik hou hem ingedrukt wanneer ik erop klik en ik sleep hem omhoog. Dus ik heb home, over ons. Daarna kwamen de diensten. Daarna kwam de portfolio, de blog en contact. Maar deze drie pagina's, die wil ik onder diensten laten zien. Hoe kan ik dat doen? Kan ik zeggen, ik sleep dit onder diensten. En even kijken, fotografie ook. En webdesign ook. Opslaan. De pagina vernieuwen. Op een Mac doe ik command R. Op een PC doe ik F5. Nu zien we dus home over ons. De volgorde klopt, alleen ik wil fotografie, film en webdesign onder diensten. Nou, dat is super simpel. Ik ga naar fotografie. Die staat onder dienst en ik sleep het gewoon heel klein beetje naar rechts. Tot ik een verspringing zie. Hier zo. Dan laat ik hem los. Nu staat er, het is nu een sub-item van diensten. Met film doe ik hetzelfde. Op dezelfde hoogte. En ik kan het zelfs nog een stapje verder nemen door te zeggen. Webdesign wordt een sub-item van film. Dus als ik dit nu opsla. En ik vernieuw dit. Dan staat hier dus nu diensten. Als ik er overheen hover. Dan zie ik fotografie en film. En als ik over film hover, zie ik hier webdesign. Dus je kan zelfs tot drie lagen of één, twee lagen kan je submenu's aanmaken. Het kan zelfs nog gekker, maar ik wilde gewoon laten zien dat het mogelijk is. Ik wil webdesign een stukje naar links doen weer, zodat het er zo uitziet. Fotografie, film, webdesign. Nou, contact komt net op een nieuwe regel, maar dat maakt niet uit, want dit thema gaan wij niet gebruiken natuurlijk. Ik vind het er echt niet uit. Ik snap ook niet, dan heb je zo'n mooie tool, WordPress,
En dan komen ze met zo'n lelijke layout. Maar goed, maakt niet uit, want wij gaan gebruik maken van een andere layout. Hoe gaan wij dat doen? We openen een nieuwe tab en dan gaan we naar verdicorp.com/Astra. Dat is een geweldig thema, het is gratis. Het heeft een pro-versie, maar wij gaan met de gratis versie werken. Dus wat doen wij? Wij skippen dit allemaal en wij scrollen naar beneden. En dan scrollen we verder en verder en verder. En dan staat er can't decide which plan is right for you. Download the free Astra theme. Ik laat mijn eerste naam achter en mijn e-mailadres ver@verdicorpershoek.nl. Of ik zeg nee dank je, ik wil gewoon Astra downloaden. Nou, ik wil op de hoogte gehouden worden van nieuwe acties. Soms is er korting voor de pro versies. Dus ik klik op subscribe en download. Je kan ook zeggen nee dank je, dat hoef ik niet. En daar komt die Astra.2.1.4. Het kan de andere zijn in jouw geval. Maar die gaan we installeren. Dus ik ga naar menus. Dan ga ik naar weergave thema's. En wellicht is het jou opgevallen. Stel dat ik naar het dashboard ga. En naar weergaven zie ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 sub-items. En als ik dan op een van deze sub-items klik, thema's, dan komen ze hieronder te staan. Dus op die manier kan je makkelijk navigeren. Nou, op dit moment maken we gebruik van 2020. Ik heb je trouwens geen eens verteld wat een thema is. Een thema bepaalt de look en feel van je website. Dus we hebben hier onze website met bepaalde informatie. De titel van onze website, de subtitel, onze pagina's, het menu. Maar het is gewoon weergeven op een bepaalde manier die mij persoonlijk niet aanstaat. Wat kan ik nou doen? Ik kan ook zeggen, ik gebruik een ander thema. 2019. En nu is deze actief. Dus je hebt dezelfde informatie, maar op een andere manier weergegeven. Hoe interessant. En 2016. Vernieuwen. Dus je ziet, dezelfde informatie wordt op een andere manier weergegeven. En met het Astra thema heb je heel veel mogelijkheden om het op een mooie manier weer te geven. En het is gratis. Dus we gaan naar thema's beheren. Gaan we naar nieuwe toevoegen. Nou, mocht je hem nou echt niet kunnen vinden, dan kan je hem ook hier zoeken. Astra. En dan kan je hier klikken op installeren. Maar dan word je niet op de hoogte gehouden van nieuwe updates en zo. Dus ik gebruik zelf liever thema uploaden. En dan sleep ik hem hierin. Of ik klik op Choose File. Ga naar Downloads. En daar open ik hem. Nu installeren. En nu wil ik hem ook gelijk activeren. Dus ik klik op Activeren. En als ik nu naar onze website ga. En ik vernieuw de pagina. Dan maken wij gebruik van het Astra thema. Nou, het ziet er nog steeds niet heel mooi uit. Maar het is al een stukken beter dan wat het was. En nu wij toch bezig zijn, we gaan dus gebruik maken van het gratis Astra thema. Maar we gaan er ook gebruik maken van de gratis page builder die Elementor heet. En Elementor is echt bizar. Zij hebben in 3 jaar tijd vanaf nul de beste page builder in de wereld voor WordPress gecreëerd. Een gratis versie met een pro versie. In deze video gaan we ons richten op de gratis versie. Hoe kan je die krijgen? Ga naar verdicorp.com/Elementor. Enter. En hier geldt hetzelfde weer. Klik op free download. Je kan je e-mailadres achterlaten. Ja, hier moet het wel. ver@verdicorpershoek.nl. Subscribe en download. En daar komt die. Yes. Dan ga ik weer naar de website. Dit is geen thema, maar een plugin. Dus ik ga naar plugins. Nieuwe plugin. Plugin uploaden. En dan sleep ik hem zo hier naartoe. Nu installeren. En dan de plugin activeren. Dus lieve mensen, we hebben een domeinnaam, een webhosting. We hebben WordPress geïnstalleerd. En nu hebben we Astra en Elementor geïnstalleerd. Nu gaan we een geweldige website maken. Ik sluit dit. Ik sluit ook dit. Ze hebben allemaal manieren om je over te halen om Elementor Pro te kopen. Dat kan je doen. Maar in deze video gaan wij gebruik maken van de gratis versie. En daar kan je ook echt een geweldige website mee maken. Dat heb je al gezien in de introductie van de video. Dus nu sluit ik dit. En als ik de website vernieuw, is er nog niet heel erg veel veranderd. Wat ik nu wil doen, ik wil de homepagina aanpassen. Op dit moment zien we niks hier. Hoe kunnen we dat aanpassen? Ik ga naar de achterkant van de website, naar instellingen, lezen. En er staat hier, je homepagina toont je laatste berichten, je laatste blogberichten. Nou, die hebben wij niet, dus we zien niks. Maar wij willen het veranderen. De homepagina, dat is onze homepagina. En de berichtenpagina is de blogpagina. Ik scroll naar beneden en ik klik op wijzigingen opslaan.
Dus nu, als we de pagina vernieuwen, dan zien we de homepage. Als ik nou klik op Over ons, dat is waar ik het eerder over had, dan zie je zo'n heel mooi linkje, lamastra.nl/overons, en niet al die gekke codes ertussendoor. Wat ik graag doe, ik kijk graag naar de beste websites in de wereld en daar wil ik van leren. Dus als ik ga naar apple.com of .nl, dan kan ik gaan naar Mac of iPad, daar klik ik op. En als ik terug wil gaan naar de homepagina, dan is er geen homepage. Alleen een logo. Dus als ik op het logo klik, dan ga ik terug naar de homepagina. Nou, dat wil ik dus ook. Ik wil geen homeknop hier, maar ik wil gewoon op het logo klikken wat we straks gaan toevoegen. Dus dan ga ik nog even terug naar weergave, menus. En dan ga ik naar pagina home. Daar klik ik op dit pijltje. Verwijderen. Opslaan. En als ik nu de website vernieuw, dan is home weg. En als ik nu naar de homepagina wil, dan moet ik nu even hierop klikken. En straks klik ik op ons logo. Wat we nu gaan doen is de website configureren. Misschien heb je al een logo, misschien nog niet. Misschien komt dat eraan. Nou, wil je nou meedoen met wat ik aan het doen ben in deze tutorial? Dan kan je dezelfde afbeeldingen gebruiken als die ik gebruik. Om daar toegang toe te krijgen, ga je naar ferdycorp.com. Enter! Dan ga je naar tutorials en dan hier in het midden zie je hoe maak je een WordPress website. Daar klik je op. Dan scroll ik naar beneden. En dan staat hier download de afbeeldingen die ik gebruik in de tutorial. Klik hierop en dan worden ze hier gedownload. Nou, dan sluit ik dit. Wat ik ook sluit is dit gedeelte. Dus we zien hier, als ik hierop klik, gewoon de homepagina. Die wil ik gaan configureren. Hoe doe ik dat? Ik klik hier op de customizer. Dit bestand is ondertussen geladen. Daar klik ik op. Daarmee unzip ik het. En dan sleep ik dit naar het bureaublad. Vind ik zelf prettig werken. En dan zie je hier zo allemaal afbeeldingen en video's die ik kan gebruiken in de website. En die kan jij nu ook gebruiken. Dus bij miscellaneous nummer 6 heb ik een fav-icon en een logo. Dus die gaan we gebruiken. Het eerste wat ik wil doen is dit hier aanpassen. En dat kan ik doen door naar header te gaan, site identiteit. Maar soms kan je ook gewoon ergens op klikken. Dus als ik dit menu wil aanpassen, klik ik gewoon hier. En dan kan ik dit aanpassen, menu bewerken. Maar goed, daar wil ik nu niet naar kijken. Maar als ik dit wil aanpassen, klik ik gewoon hier. En dan ga ik automatisch naar site identiteit. Scroll ik naar boven. Bij logo wil ik een logo kiezen. Dus ik klik hier op kies logo. En dan kan ik een bestand op de computer selecteren. Dus ik klik op selecteer bestanden of bestanden selecteren. Dan ga ik naar de desktop. Images tutorial nummer 6. Laat je kiezen. Ik heb hier een paar leuke logo's met andere kleuren. Of deze. Nou, ik ga voor het Ferdycorp logo. Ik open hem. Hier is die. En dan wil ik altijd een paar dingen doen om de afbeelding te optimaliseren. Dus hier ga ik spaties creëren. Dan kopieer ik deze tekst. En die plak ik hier in de alt-tekst. En dan zeg ik selecteren. Ik kan hem kroppen. Dat hoeft niet. Dus ik zeg bijsnijden, overslaan. En wat we zien, wordt gelijk geladen. Je ziet gelijk het resultaat. Het logo. Daarna hebben we deze lap tekst. Die wil ik niet. Hoe kom ik hier vanaf? Ik scroll iets naar beneden. En dan staat er site-titel. Die kan ik nog aanpassen. Dus ik kan dit weghalen of zo. Ik kan ook zeggen site-titel niet weergeven. Dus ik uncheck dit. En dan ziet het er zo uit. Kijk, dit ziet er al beter uit. Ik heb zelf een retina-scherm. En wat mij opvalt is dat het logo niet heel scherp is. En het mooie is, er staat, wil je een ander logo gebruiken voor retina-apparaten? En als ik dit aanvink, dan kan ik dus een retina-logo uploaden. Nou, die heb ik ook. Dus als je een logo hebt laten maken, vraag altijd om een hoge resolutie, een logo voor retina. En als ik nu dit verschil laat zien, dit ziet er minder mooi uit dan dit natuurlijk. Ik zeg open, deze is 2 keer zo groot als het normale logo. En ook hier zeg ik spatie, 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 kopiëren, plakken. Dit maakt gewoon een gewoonte bij alle afbeeldingen die ik upload. Zodat ik beter word gevonden in de zoekresultaten. Nou, zo ziet het er nu uit. Ik wil hem ietsje kleiner maken. Dus wat doe ik? Ik scroll naar beneden. Ik kan zelfs zeggen ander logo voor mobiel apparaat. Daar kijk ik zo even naar. En ik wil de breedte van het logo aanpassen. Ik vind hem nu een beetje groot. Dus ik ga naar links. En hoe meer ik naar links ga, op een gegeven moment begint het kleiner te worden. Nou weet je, ik vind 200 pixels in de breedte vind ik mooi. Dus daar laat ik het op. En dan heb ik nog een favicon, een fav-icon. Op dit moment zie je een wereldbolletje. En als ik naar apple.com ga, dan zie je hier zo'n apple. Hoe kunnen wij dat doen? Klik op site-icoon selecteren. En er zijn een paar dingen die je moet weten als je dit uploadt. Het moet een vierkante afbeelding zijn. Dus 300 bij 300. Minimaal 16 bij 16.
En als je geen vierkant hebt, dan kan je klikken op openen. En dan kan je hem nog bijsnijden. En het liefst PNG. Dat betekent dat alles wat niet in kleur is hier, dat is doorzichtig. Waardoor je er gewoon de kleuren van Chrome hier ziet. En ook hier favicon kopiëren en plakken. Selecteren. Hier hoef ik hem niet bij te snijden. Maar hij moet wel vierkant zijn. En wat zien we nu? Hier zo FK. Logo die een vriend van mij heeft gemaakt. En als je geen logo kan maken, ik kan absoluut geen logos maken. Besteed het gewoon uit. Je kan ook naar Fiverr gaan. En daar kan je een logo laten maken. Of naar Upwork. Of gewoon in Nederland. Dus dat was dat. Ja, dan hebben we alles hier gehad. Dan klik ik op publiceren en daarmee wordt alles opgeslagen. Dan ga ik terug. En dan ga ik naar de hoofdheader. Dan hebben we hier de layout van de header. Op dit moment zien we het logo links, het menu rechts. Dit kan ik veranderen naar het logo boven, menu onder. Dat vind ik nogal netjes. Maar dit is gewoon not done. Vroeger kwamen mensen naar me toe. Ja, ik wil een website die anders is dan alle andere websites. En alles moet speciaal zijn. Dan zei ik altijd nee, dat moet je niet willen. Want mensen moeten gewoon makkelijk door je website kunnen navigeren. Het gaat er niet om dat wanneer je met je muis beweegt, dat er glitters vanaf komen of dat je altijd vuurwerk laat zien op je website. Allemaal hele leuke JavaScript dingetjes. Maar je wilt dat een bezoeker een klant wordt. En je wil niet dat die leuke vuurwerk dingetjes of sneeuwvlokjes ziet. Nee, het moet gewoon intuïtief zijn. En als jij alles anders gaat doen op je website, dan is het niet meer intuïtief. En dan verlies je gewoon potentiële klanten. Dus wat ik zeg, dit doen. Logo links, menu rechts. Dit kan nog. Maar ik zou het lekker zo doen. En dan is het gewoon intuïtief. Logo hier, ga naar de homepagina. Als je erop klikt, hier zijn alle andere pagina's. Dat werkt het beste. Dan hebben we de breedte van het menu. Als ik de website iets kleiner maak, command min, control min op een pc. Dan zie je dat het logo gewoon hier mooi links uitlijnt. En het menu rechts. Als ik nou zeg contentbreedte, volledig breedte. Dan wordt het logo op volledig links geplaatst en het menu volledig rechts. Dus als ik de website nog kleiner maak. Maakt niet uit, altijd zal het logo helemaal links uitgelijnd zijn. En het menu rechts. En als je een groter scherm hebt, dan zie je dat dus. Maar ik wil dat niet. Dus ik zeg gewoon contentbreedte, alignen. Gewoon dezelfde breedte als de website. Knop, rand, grootte. We hebben hier zo een heel klein lijntje. Ik zal de kleur aanpassen. Zodat je hem beter ziet. En dan kan ik hier de grootte aanpassen. Dus we kunnen een dikke lijn plaatsen. Als ik nou de kleuren wil gebruiken van dit logo, dan kan ik twee dingen doen. Ik gebruik Chrome als webbrowser. Dan heb ik hier een tool, een extension, Color Pick Eyedropper. Dan pak ik hier de kleur van het logo. Command C. Escape. En die kan ik dan hier plakken. En dan heb ik dezelfde kleur als dit logo. Dus dat is de ColorPick Eyedropper. Gratis extensie in de Chrome browser. Nou, ik vind het zelf een beetje afleiden. Ik vind die nodig. Dus ik zeg gewoon 0. En dan zie je dat die optie ook verdwijnt. Dan gaan we even naar de mobiele header. Daarvoor wil ik even teruggaan naar de header. Site identiteit. En dan staat hier ander logo voor mobiel apparaat. Dat kan ik selecteren. En dan ga ik naar bestand uploaden. En dan kan ik zeggen, even kijken, is er eentje met een andere kleur? Nee, dan ga ik wel gewoon even naar deze, FK Media. Dus dit wordt dan alleen getoond op een mobiel. En dit is puur even ter illustratie. Het is een beetje gek als je een ander logo hebt. Maar een andere kleur zou bijvoorbeeld kunnen, of dat je hem wat kleiner maakt. Dus nu zie je nog niks, maar als ik naar een mobiel ga, hier, dan zie je ineens een ander logo. Interessant, dat kan je dus hier bepalen. Ik ga het nu even verwijderen, zodat je gewoon het normale logo ziet. Ga ik weer terug. Ga ik weer naar de hoofdheader. En dan staat hier de layout. Wil ik het logo links en het menu rechts? Of wil ik het bovenop elkaar? Als je erop klikt, gaat die open. Wil je het zo? Of die andere manier? Nou, ik vind dit het mooiste. Dus hou ik het even bij. Ik klik op publiceren. En dan ga ik terug. En dan ga ik naar het hoofdmenu. Daar zijn nog meer opties. En dan ga ik weer even naar het grote scherm. We kunnen het menu uitschakelen als we het niet willen. Dat is niet nodig. We kunnen een laatste item in het menu creëren. Dus achter contact kunnen we een zoek-icon. Deze. Of een knop. Misschien ben je een stichting. Dan kan je zeggen doneer. Dan kan je zeggen paypal.me/Verdi. Nou, dit kan je aanmaken. Dan kunnen mensen doneren via PayPal. Of je kan een HTML tekst invoegen. Of een widget. Ik gebruik het allemaal niet, maar je kan het gebruiken als je wil. Dan zien we hier submenu. En als ik hier overheen ga, dan zie je langzaam het menu verschijnen. Dit kan ik ook aanpassen door te zeggen omlaag schuiven. Zo. Het zijn echt minimale
animaties. Dus ik denk dat ze allemaal kunnen. En als je zegt standaard, dan verschijnt het menu gewoon. Nou, ik vind het wel leuk als het omlaag schuift. Zo, en dan kan je er overheen. Dan kan je naar die pagina's navigeren. Containerrand. We zien hier een rand van 2 pixels. Die kan ik veranderen naar 10 pixels. Zoiets, maar ik kan ook zeggen rechts en links. Nou, even allemaal heel overdreven. Dan ziet het er zo uit. Dat is een beetje overdreven. Maar ik hou het gewoon op 2, 0, 0 en 0. De rand van de kleur kan ik aanpassen. Dus als ik rood zeg, dan wordt het deze kleur. Nou, ik zeg gewoon wissen. Ik hou het bij die kleur die het nu is. En even kijken. Gaat even iets fout. Dan klik op publiceren. Sluiten. Opnieuw de customizer gebruiken. Dan gaan we weer naar de header. Hoofdmenu. Nou, ziet er weer prima uit. Er is ook een scheidslijn in het menu. Als ik die aan check, kan ik die kleur veranderen. Even rood weer om te laten zien wat ik ermee bedoel. En dan ziet het er zo uit. Dus je kan zeggen, doe maar een beetje grijzig. En dan ziet het er zo uit. Ik gebruik het niet, dus ik zet het uit. En dan heb je hier het breekpunt van het menu. Nou, op dit moment zie je het menu als op een normaal scherm. Maar stel dat je het gaat bekijken op een tablet of een telefoon. Dan zie je op een gegeven moment dat dit wordt. Nou, wanneer moet dat breekpunt zijn? Dat breekpunt is op dit moment hier. En als ik nou zeg, ik wil dat breekpunt op 600 hebben. Want er is hier nog best wel wat ruimte. Dus dat menu kan nog wel wat kleiner worden. Voordat die verandert naar de hamburger. Kijk, dit moet je niet hebben. Dus als ik nu 700 zeg. Dat betekent als de website 700 pixels breed is, dit gedeelte. Dan gaat die naar het hamburgermenu. En waar is dat breekpunt? Nou, ik vind het gewoon prima zoals het nu is. Dus ik houd gewoon hierop. Maar dat kan je veranderen. Menu label, dat is wel belangrijk. Als ik dit kleiner maak, dan zie je hier zo dit staan. Nou, het kan zijn dat als je een grote duim hebt of als je bezoekers grote duim hebben, dat ze hier moeilijker op kunnen klikken. Daarom wil ik altijd zeggen, menu. Zie je, er komt er veel meer ruimte. En dan kan je hier de knopstijl omschakelen. Je kan zeggen contour. Zit er een randje omheen. Of vullen. Dan krijg je een andere kleur. Dan klik je erop. En dan komt het menu in beeld. Ik zeg contour. Of weet je wat, gewoon vullen. Ik laat het op vullen. En het mooie is, als je deze tekst aanpast, wordt het logo automatisch kleiner. Dat vind ik echt een heel groot voordeel. En allemaal met een gratis thema en een gratis page wheel. Dat is echt geweldig. De knopkleur voor omschakelen. Dit kan je dus veranderen. Maar ik laat het zoals het is. En dan heb je een radius. Die kan je nog aanpassen. Dus dan wordt het rond of vierkant. Ik wil hem gewoon vierkant. Dus ik zeg 0. Dan heb je hier het drop-down doel. Die laat ik gewoon voor wat het is. Daar heb ik nog nooit wat mee gedaan. Publiceren. En dan gaan we terug. En dan hebben we eventueel de transparante header. Hier gaan we later naar kijken. Dus ik ga weer terug. Ga ik terug. En dan ga ik naar de blog. Nou, dat is eigenlijk nog niet nodig. Omdat we nog geen blogberichten hebben. Dus hier ga ik later naar kijken. En dan hebben we de sidebar. We hebben hier de sidebar. Daar hebben we widgets. En widgets zijn ook weer extra functionaliteit in je website. Je hebt een zoekwidget. Een recente reactiewidget. Archiefwidget. Dat is allemaal nog best wel leeg. Omdat we dat allemaal nog niet hebben ingevuld. Dus voor nu wil ik geen sidebar. Voor elke pagina sowieso geen sidebar. Dus dan is die weg. Maar er staat hier pagina's. Willen we hier een sidebar of niet? En dan staat er standaard, standaard en standaard. En dit is de standaard die we hebben bepaald. Maar soms wil je ervan afwijken. Dus je wil standaard geen sidebar. Tenzij je blogberichten hebt. Dus bij blogberichten kan ik zeggen. Hier rechts wil ik een sidebar. En bij de archieven wil ik ook een rechter sidebar. Dus wanneer je naar de blogpagina gaat, dan krijg je wel een sidebar. Sidebar breedte 30%, helemaal prima. Publiceren. En dan gaan we weer terug. Dan hebben we de footer. Footer widgets. Dat zijn weer die extra functionaliteiten. We gaan nog naar widgets kijken. Op dit moment zien we geen footer widgets. Je kan er 4 hebben. En dan kan je ze hier invullen. Je kan Facebook likebox, Instagram followbox. Een overzicht van de pagina's die je hebt.
en een logo en een tekst of subscribe to our newsletter. Je kan van alles doen. Gaan we het later over hebben. Voor nu hoef ik het even niet. Ga ik terug. Ga ik naar de voederbalk. En dan kunnen we twee secties hebben. Sectie 1, tekst. En sectie 2 kan een menu zijn of een widget. Ik zeg ook tekst. Dan zie je ze onder elkaar. Omdat we nu kunnen zeggen, we willen de een links en de ander rechts. Dus dan krijg je twee gedeeltes. Nou, ik wil er gewoon één. Dus de tweede sectie zeg ik geen. En dan kan ik zeggen copyright, dat hoeft niet. Current year, dat is mooi, dat verandert dus automatisch. Dan kan je de site title plaatsen als je wil. Dat hoeft van mij niet, dus wat ik doe, ik zeg gewoon Verdi Corp Media, spatie, en dan mede mogelijk gemaakt hoeft van mij ook niet. Wat ik wel zou willen, en dat is misschien een beetje next level stuff, ik kopieer de link. Die plak ik. Dan hover ik over nieuw bericht. Dan ga ik hier beginnen met typen. En dan zeg ik algemene voorwaarden. En hier zeg ik bijvoorbeeld privacy policy. Wil ik in de footer. Wat ik nu kan doen, ik kan dit selecteren. Linkje maken. En zeggen /, algemene voorwaarden. /. Enter. Nu is de link. Ook hier wil ik een link van maken. /, privacy policy. Wanneer ik een /, doe, ik moet hier een streepje doen. Dat betekent dat hij zegt, oké, vanaf ellemastra.nl /, wordt de link gemaakt. Dus het gaat automatisch naar een link in onze website. Wat ik nu doe, even kijken hoor, waar is het? Klik ik hier, ga ik naar als HTML bewerken. Kopieer ik deze code, behalve de p'tjes. En die pijltjes naar links en naar rechts. Dus vanaf pijltje naar links, A, tot aan het einde, A, pijltje naar rechts. Dan ga ik hier naartoe en dan plaats ik dat hier. Dus wat we hebben nu, twee linkjes in onze footer voor privacy policy en algemene voorwaarden. Het staat natuurlijk wel de bedoeling dat je deze twee pagina's ook aanmaakt. We kunnen een rand creëren. Dus ik kan zeggen een mooie blauwe rode kleur om even te laten zien hoe het eruit ziet. En dan kan je de randgrootte aanpassen. Nou, misschien vind ik dat wel wat. Pak ik weer deze kleur. Kopiëren. Escape. Die plak ik hier. Dan ga ik het even daarbij laten met die rand. Hij mag ook al wat kleiner. Maar 3 pixels. En dan kleur en achtergronden. Misschien wil ik de achtergrond wat donkerder hebben. Dan klik ik hier. En dan maak ik hem wat donkerder. Of een blauwe tint kan ook. Zoiets. We kunnen ook een afbeelding gebruiken. En dan hebben we nog de content. Nou, die tekst is gewoon wit en dat vind ik perfect zo. Even kijken wat hier staat. Linkkleur. Nou, die kan ik nog blauw maken. En dan zie je gelijk die linkjes. Dus die maak ik even blauw. Of deze kleur blauw. Dan kopieer ik dat. Kleurcode. Content. Linkje. Plakken. Vind je het nog leuk? Ik hoop het wel. We zijn nu een beetje bezig met de configuratie. Straks wordt het echt leuk. Dan gaan we echt dingen bouwen. Nu is het gewoon nogal vooral configureren. Dus, super. Wat we nu gaan doen. We gaan helemaal naar wereldwijd. Waarom het zo is vertaald, dat snap ik niet. Een hele slechte vertaling. Maar we gaan gewoon naar wereldwijd. Hey, waarom niet? Dan gaan we naar de container. Hier kunnen we de breedte van onze website aanpassen. Dus als ik even de website kleiner maak, dan zie je dat deze balk hier, die loopt helemaal door. En deze balk hier ook. Ik maak het ietsje groter. En dan kunnen we hier de breedte aanpassen. Dus als ik dit naar rechts schuif, dan zie je dat de hele website breder wordt. We kunnen de website ook smaller maken. Dan wordt het heel smal. Nou, wat is nou ideaal? Dat moet je zelf een beetje uitvogelen wat je kan doen. Command 0. Je kan naar Apple gaan. Hè, zij hebben over dingen nagedacht. En dan kan ik met Ctrl Shift 4 de breedte berekenen. Dat is 1020, denk ik. Nou, waarom zouden we hun niet nadoen? 1020. De breedte van onze website. En dan hebben we 4 layouts waaruit kunnen kiezen. Dus ik maak het weer even kleiner om je te laten zien hoe het werkt. Dan heb je ingesloten.
Hiervoor moet ik even naar de blogpagina gaan. Dus ik klik op publiceren. Ga ik naar de blogpagina. Als je ingesloten hebt, dat betekent dat al deze widgets een eigen witte gedeelte hebben. Een eigen eilandje, een achtergrond. Als ik weer even terug naar de homepagina ga, dan zie je het beter. Dit is een eigen eilandje en dan al deze widgets. Als ik zeg content ingesloten, dan hebben deze niet hun eigen witte achtergronden, maar alleen de pagina's. Dus dat is het verschil. Ingesloten is dat alles is ingesloten, elke widget. Nou, ik vind dat voor een blogpagina wel mooi, maar voor een layout hoeft dat van mij niet. Dan heb je nog volledige breedte ingesloten. Dat betekent dat je de volledige breedte hebt hier. Alles is een witte achtergrond, maar nog steeds ingesloten. Dat betekent binnen de kaders van de 1020 pixels. Je kan ook zeggen volledige breedte uitgerekt. En dat betekent dat de homepagina helemaal links begint en de sidebar hier helemaal rechts eindigt. Dus als je de website kleiner maakt of je bekijkt het op een grote scherm, ja, dan gaat alles uit zijn verband. En dat is het laatste wat ik wil. Dus wat ik zeg, volledige breedte ingesloten. Maar voor een normale pagina hetzelfde. Maar voor een blogbericht wil ik graag alles ingesloten. En voor het archief ook alles ingesloten. Publiceren. En wanneer we gaan werken aan de blog, gaan we daar nog verder naar kijken. Wat ik nu weer ga doen, de sidebar uitzetten. Want die wil ik dus niet. Geen sidebar. Oké, het gaat de goede kant op. Wat nog meer, we hebben de footer gehad. Menu hebben we al gedaan. Widgets gaan we later naar kijken. De homepagina instellingen hebben we ook al gehad. Dat is namelijk dat je kan kiezen of je een statische pagina wil. En dan de berichtenpagina. Dat de blogpagina is. Ik wil naar nog een paar instellingen kijken. We gaan naar wereldwijd typografie. Hoofdtypografie. En hier kunnen we de systeemfonts weergeven. Dus we kunnen zeggen, heel de website moet Helvetica als font hebben. Nou, ik vind zelf Open Sans erg mooi. Dus die gebruik ik. Dus alle fonts veranderen nu op de website. Maar we kunnen ook specifieke gedeeltes in de website een ander font geven. De afmeting van de basistekst. 14, 15. Nou, ik laat het op 15 staan. We hebben nog niet echt tekst. Stel ik het vergroot. Dan zie je dus ook vergroten hier zo. Dus ook dit heeft weer invloed op de hele website. En ik hou het op 15. We kunnen zeggen alle tekst moet allemaal in hoofdletters. En daarmee zie je dus dat alle tekst in de website daarmee aangepast wordt. Ik hou het op standaard, normaal, regelhoogte vind ik allemaal prima. Dus dat is even voor body en content. Dan heb je nog titels, zoals als dit. En dan kan ik zeggen, een titels wil ik graag in Railway. En ook daarin kan ik zeggen dat ze alles in uppercase moeten hebben. En dan zie je gelijk ook wat titels zijn. Ik zeg inherit, dus gewoon hetzelfde als de normale instellingen. En ook hier kan je de afmetingen veranderen. De koptekst, de header 1, 40, 30, 25. Nou, ik wil alles gewoon op 20 eigenlijk. 20. Ook dit weer 20 pixels. 20. Ik doe even een paar tapjes. 20. En 20. Publiceren. Dan kunnen we nog gaan naar kleur. Teruggaan. Kleuren. De hoofdkleuren. Nou, de tekstkleur. Zelf houd ik ervan om dat in 444444 te doen. Dus niet te donker. Gewoon mooi. Themakleur. Pak ik weer even deze tool. Ik heb de kleur ook trouwens in code. Dus als je gaat naar de folder met alle afbeeldingen. Folder 6. Dan kan je gaan naar de color codes. Dan is dit de blauwe kleur. Die wil ik hier, even kijken hoor, hoofdkleuren. Die wil ik hier plakken. En dan heb ik nog een linkkleur, dat is ook deze kleur. En wanneer ik er overheen hover, mag die van mij wel groen worden. Dus ik kopieer de kleur en ik plak hem hier. Dan kunnen we nog een achtergrondkleur hebben. Nou, dat vind ik niet nodig, want het wordt alles dus zoiets. Ik laat het gewoon zoals het is. Of een afbeelding. Prima. En dan wil ik nog een laatste ding doen. Ga ik toch nog even naar het menu. Menus. Main menu. En dan ga ik alles aanpassen. Ik wil alles in de hoofdletters. Met de Pro-versie kan je dat met één knop doen. Je kan het waarschijnlijk ook met CSS. Dat is een bepaalde code. Kan je dat ook doen. Maar ik wil het gewoon hier doen. Dus ik zeg over ons in hoofdletters. En bij diensten doe ik hetzelfde. Diensten. Fotografie.
Perfect. Ik klik op publiceren. Ik sluit het. Dan ga ik naar de homepagina. Dan zeg ik pagina bewerken. En dan zeg ik bewerk met Elementor. We gaan nu kijken naar Elementor, de gratis page builder. En Elementor, binnen 3 jaar tijd hebben zij zich helemaal naar de top gewerkt binnen WordPress. Ze hebben een super groot bedrijf, heel veel mensen in dienst en ze werken elke dag aan deze page builder om hem beter te maken. Ze hebben ook een pro-versie, daarmee kunnen ze dus geld verdienen en mensen inhuren en het beter maken. Maar ook de gratis versie is echt super goed. Er zijn ook heel veel thema's die zeggen, weet je, wij willen gewoon met Elementor werken, want dat is zo'n goede page builder zonder om er zelf ook één te maken als die van Elementor toch veel beter is. Nou, hoe zit dit in elkaar? Ik ga het je stap voor stap uitleggen en daarna gaan we de homepagina maken met Elementor. Dit is de Elementor page builder. Het kan zijn dat je dit niet ziet, dat je of een wit scherm krijgt of dat die vastloopt. Als dat nou het geval is, ga dan hier naartoe. Kopieer dit gedeelte van je website, je domein plus wp-admin. Kopieer dat en plak dat hier. Dan gaan we naar Elementor. Instellingen. Geavanceerd. En dan staat er, wijzig de methode waarop de editor wordt geladen. Zeg je inschakelen, opslaan. En dat zou het probleem moeten verhelpen. Maar waarschijnlijk als je SiteGround gebruikt, alles doet wat ik heb gedaan, dan heb je ook hetzelfde resultaat. Dus dan zou die gewoon moeten laden. Oké, de Elementor Page Builder bestaat uit 3 onderdelen. Allereerst hebben we een sectie. Ik klik hier op de plus. En dan kan je de structuur selecteren. En bijvoorbeeld dit is 1 sectie. Bam. Dat is dit blauwe gedeelte. Dit is een sectie. In die sectie kunnen wij columns hebben. We hebben nu 1 column. Altijd automatisch heb je minimaal 1 column in je sectie. Wat ik nu kan doen, ik kan zeggen dupliceer. Nu heb ik dus 1 sectie met 2 columns. En in deze columns kan je elementen plaatsen. Dus je hebt secties, columns en elementen. Als ik hierop klik, dan zie ik hier allemaal elementen. Een kop, een tekstbewerker, een afbeelding, een video. Dus ik kan nu zeggen, ik sleep een afbeelding naar de linker column in deze sectie. Wanneer ik dat doe, zie je automatisch hier links allemaal configuratieinstellingen. Hier kan ik de afbeelding veranderen. Dus ik kan zeggen, hey, ik wil mijn logo hier laten zien. Dan kan ik hier zeggen, ik wil het uitlijnen links, rechts of in het midden. Dan hebben we de tweede tab van elk element. Dat is de stijl. Daarin kan je de kleuren aanpassen, de grootte. En gebaseerd op wat voor element je gebruikt, zijn er andere instellingen die je kan aanpassen. Wanneer je er overheen gaat bijvoorbeeld, heb je de hover instellingen. En kan je zeggen, ik wil dan dat de kleur verandert. Zo. Nou, ik wil daar niet te veel op ingaan. Ik wil je gewoon de basis laten zien. En als ik dan weer naar de alle elementen wil, naar het overzicht, dan klik ik op dit icoon. En dan kan ik iets anders pakken. Ik kan nu zeggen, deze video sleep ik hier naar het rechter gedeelte. Dan heb je een video placeholder. En hier heb je weer de inhoud settings. Dus als ik nou naar YouTube ga en ik zoek naar GoPro Hero. Ik ga naar GoPro en ik pak deze link, kopieer en die plak ik hier. Dan heb ik dus hier de GoPro 8 video. Wat ik ook kan doen, ik kan denken, weet je, dit element wil ik toch hier links onder schuiven. Of ik kan zeggen rechtermuisknop dupliceren en deze sleep ik toch weer naar rechts. Dus je hebt de inhoud, dan heb je de stijl, hoe moet het eruit zien, ik wil een andere beeldverhouding. En heb je geavanceerd. En dan kan je de mars inbouwen, padding, z-index, bewegingseffecten. Ik kan zeggen, weet je, ik vind het leuk als het invade of vanaf links komt. Maar liever pas na een halve seconde. Nou, dat zijn allemaal instellingen, daar gaan we het nog over hebben. Maar dat is dus de basis. Wat je nu kan doen, je kan in de sectie instellingen aanpassen. Dus layout settings van de sectie kan ik zeggen, nou, ik wil de sectie uitrekken. Dus als ik het scherm kleiner maak, kan ik zeggen uitrekken en breedte, volledige breedte. Dus dan gaat het helemaal van links naar rechts, hoe groot het scherm ook is. Nou, dat wil ik niet. Maar als ik nu zeg stijl, dan kan ik type achtergrond kiezen. Kan ik een kleur kiezen. Deze groene kleur. Maar als ik dan naar de column ga, dan heb ik daar ook weer allemaal instellingen. Kan ik de breedte aanpassen. Dus ik zeg bijvoorbeeld 40%. Dat betekent dat dit gedeelte automatisch 60% is. Ik kan ook gewoon hier gaan slepen. En wat ik hier ook kan doen, ik kan zeggen bij stijl, hier wil ik ook weer een andere achtergrond.
Nou, ik ga even gek doen. Je hoeft het niet te begrijpen, maar ik wil je gewoon laten zien. Dan ga ik naar geavanceerd. Marge, zeg ik 20. En dan zie je dus dat de sexy nog steeds de groene achtergrond heeft. Maar deze column, die heeft een grijze achtergrond. En zo kan je alles overlappen en dan kan je echt geweldige websites maken. Dan niet alleen, de pagebuilder is ook echt goed geoptimaliseerd voor alle apparaten. Dus je kan zeggen, hoe gaat het eruit zien op een mobiel? En dan kan je daar weer aanpassingen doen. Het is echt geweldig. Nou, in plaats van je heel lang te gaan vertellen wat er allemaal mogelijk is, gaan we gewoon beginnen. Er zijn nog een paar dingen die ik je wil vertellen. Bijwerken, je kan het opslaan. Je kan alvast bekijken hoe het eruit ziet door te klikken op voorbeeld. Laten zien. En het mooie is, als ik nu hier iets aanpas, dus ik maak dit bijvoorbeeld groter en ik zeg bijwerken, automatisch, zonder te vernieuwen, komt hier dan een nieuwe versie. Dus hoef ik niet de hele tijd te verversen alles. Wat ik ook kan doen, ik kan ook gewoon hierop klikken en dan zie ik ook het eindresultaat. En als ik dan weer wil bewerken, dan klik ik weer hier. Nou, door de tutorial heen zal ik je meer laten zien wat er mogelijk is. Wil ik je nog één ding laten zien. Op dit moment heb je hier drie opties. En als ik iets wil aanpassen, moet ik een rechtermuisknop doen. En dan bijvoorbeeld dupliceren. Nou, wat ik liever heb, is dat wanneer ik hier overheen hoever, dat er dan meer opties beschikbaar komen. Wat ik dan kan doen, als ik die extra opties wil, dan klik ik hier. Dan ga ik naar de preferences. En dan staat hier editing handles. Ja. En nu, als ik er overheen hover, dan kan ik het dupliceren. Ik kan ook een nieuwe lege column beginnen. En ook hier kan ik iets dupliceren. Of ik kan het verwijderen. En ook hier heb je een icoontje extra dupliceren. Dus dat werkt gewoon makkelijker. Alles, zeker als je heel veel websites gaat maken of je gaat je hele website zelf vanaf nul maken, dan is het gewoon lekkerder als je op deze manier kan werken. Scheelt weer extra handelingen, rechtermuisknop en zo. Ik vind het belangrijk om efficiënt te werken. Daarom wil ik deze optie toepassen. Wat ik ga doen, ik verwijder dit. Ik klik op bijwerken. En dan gaan we nu voor het echt beginnen. Wat heel belangrijk is bij het maken van een website, is de eerste indruk die je creëert met je website. Als ik eens naar apple.nl ga, dan gaan we eens kijken wat we nou zien. En dan moeten we voor onszelf even raden wat nou het doel is van Apple als we hun website bekijken. Je ziet hier een menu, wat niet heel veel inneemt. Je ziet geen submenu, het is gewoon rustig. En dan zien we hier iPhone 11 Pro. Pro camera's, pro display, pro prestaties. Vanaf dit bedrag bij inruilen. Nou, kan het zijn dat mensen op basis hiervan denken, oké, dit wil ik meteen kopen. Of ze zijn nog niet helemaal overtuigd, dan staat er meer informatie. Dus wat ik hieruit ophaal, ze willen hun iPhone 11 Pro willen ze aanbieden en hopen dat mensen die kopen. Daarom hebben ze dit klein gemaakt, zodat het niet te veel afleidt. Er is een prachtige foto die gelijk al laat zien van, hey, het kan tegen spetters water. Ik zie ook dat hij drie lenzen heeft, dus de eerste indruk is gelijk, wow, de iPhone 11 Pro ziet er gewoon goed uit. En de ene is gelijk verkocht, die zegt koop. En de ander die wil meer informatie. Als je op meer informatie klikt, geven ze je nog meer informatie waarom jij dit zou moeten kopen. En heb je hier zo'n koopbutton. Dus wat leer ik hiervan? Mensen moeten op de homepagina, gewoon bij het eerste wat ze zien, op de Hero heet dat, meteen een indruk krijgen van wat ze hier kunnen doen. We kunnen hier een prachtige iPhone kopen. En dan moet ze een call to action hebben. Oké, ik wil dit of ik wil meer informatie. Klik hier of klik hier. Zo simpel is het. En met de afbeelding maakt het alleen maar aantrekkelijker. Dus dat is eigenlijk wat ik ook wil doen. Dus wat ga ik doen? Ik ga een sexy maken. Klik op de plus. Ik hoef geen columns. En ik wil beginnen met een header. Met een kop. Dus die sleep ik hier naartoe. Dus als ik kijk naar mijn website, wat is mijn doel? Mijn doel is om bedrijven en organisaties, mensen die een website willen, te helpen om hun verhaal te vertellen. Dus zij vertellen ons, dit is ons bedrijf, dit is waar we voor staan, dit is wat we willen. En wij gaan dat gieten in een verhaal met foto's, video's en een website. Dus wat wordt de titel hier? Laat ons jouw verhaal vertellen. Ik hoop dat ik ze daarmee interesseer, dat iemand die op de website komt meteen denkt, oké, interessant. Ik breng het naar het midden toe. Ik maak er een H1 van. Dat is de belangrijkste titel die je kan hebben op een website. Je kan maar één H1 hebben. En een H1 wordt beter geïndexeerd door Google dan een H2. Alle andere titels in je website maken een H2. Maar dit is de hoofdtitel. Laat ons jouw verhaal vertellen. En nou, als ik dit bijwerk en ik ga kijken naar het resultaat, vind ik dat nog niet heel erg boeiend. Als iemand hierop komt, dan denk je, wat is dit? En dan ga je weer weg. Het doel is natuurlijk om van bezoekers klanten te maken. En daarvoor moeten we kijken hoe we dit nou het beste op kunnen zetten. Nou, wat ik wil doen,
ik wil dit dupliceren. En hier wil ik wat meer vertellen over wat wij doen. Dan kan ik zeggen fotografie, film en webdesign. Zo van dat is wat we doen. Maar is dat duidelijk voor iemand? Laat ons jouw verhaal vertellen. Fotografie, film, webdesign. Het kan een beetje... Je wil mensen niet verwarren. Je wil mensen laten weten wat ze aan je hebben. Wij bieden fotografie, film en webdesign aan in één pakket. Bam. Eén zin. Maar ik vind het er nog steeds niet boeiend uitzien. Dus wat wil ik gaan doen? Ik ga hier naar de instellingen van de sectie. Dan wil ik de sectie uitrekken. En dan wil ik de hoogte aanpassen naar een minimumhoogte van, laten we zeggen, 800 pixels. Of de vertical height van 80%. Dus 80% van de hoogte zal bestaan uit dit element. Nou, dat vind ik zelf mooi. Ik kan ook zeggen, weet je, 70. Als maar een groot gedeelte is. Dan ga ik naar stijl. En wat ik kan doen hier. Type achtergrond. Ik kan zeggen, ik wil een kleur. Oké, dat wil ik niet. Dus ik zeg wissen. Ik kan ook voor een gradient gaan. Pak ik de eerste kleur. Deze blauwe. En een tweede kleur. Donkerblauw. Zoiets. En dan denk ik, nou weet je, leuk, maar ik wil niet van boven naar beneden. Maar liever wil ik het van links naar rechts. Dus dan zeg ik 90 graden. Wat ik ook kan doen. Een video toevoegen. Dus ik kan naar YouTube gaan. Of ik plak de link opnieuw van wat ik al had. Wat je dan ziet, dan start er dus een video op de achtergrond. En ik kan ook zeggen, hij moet pas beginnen vanaf seconde 4. Dan slaat hij het GoPro stukje over. En dan zie je meteen dit. Wat je nu ziet, is dat de tekst niet goed zichtbaar is. Nou, ik ga die video even weghalen. Maar dat kan je doen. En je kan natuurlijk een afbeelding toevoegen. Als je nou gratis afbeelding wil, ga dan naar pixabay.com. Daar kan je afbeeldingen gebruiken. Je hoeft niemand te laten weten dat ze van iemand anders zijn. Royalty free. Dus je kan hem gewoon downloaden en op je website zetten. Aanpassen is allemaal geen probleem. En je ziet, er staan best wel veel mooie foto's op. Stel dat je bedrijf in Amsterdam is. Dan kan je zeggen Amsterdam. En dan pak je een mooie foto. Deze bijvoorbeeld. Dan klik ik op free download. Download in volle resolutie. Dat is prima. Groter hoeft ook niet. Ik ben geen robot. En ik klik op download. Daar is die. Wat ik graag doe. Show in Finder. Ik wil het graag hernoemen. Dus ik zeg Verdi Corp Media. En dan eerst Amsterdam. Dat als mensen daarop zoeken. Dat ze misschien gevonden worden. Of ik zeg Amsterdam. Fotografie. Webdesign. En film. Top. Dan sluit ik dit en dan klik ik hier op de plus. Bestanden uploaden, bestanden selecteren. En dan ga ik naar de downloads en dan zie je deze. 525 kilobyte is te doen, dat gaan we ietsje kleiner maken. Maar als je het nog kleiner wil maken, wat wel slim is, dan ga je naar tinypng.com. Dan sleep ik het bestand hier naartoe. En dan gaat hij van 525 kilobyte naar 461. Nou, ik moet zeggen, dat vind ik niet de moeite waard. Dus hij is al heel goed geoptimaliseerd. En dan hier zo bij de titel, dit kopieer ik. En dan breng ik naar de alt tekst. En dan zeg ik een nieuwe galerij aanmaken. Galerij invoegen. Ik heb trouwens niet helemaal goed laten zien. Dit is een galerij. Dus wat ik nu kan doen, ik kan ook een tweede afbeelding toevoegen. Aan de galerij toevoegen. Deze bijvoorbeeld. Dus sorry, ik zit even naast. Maar dat ga ik oplossen. Halen dit eerst hier, dan verspringt hij dus naar de andere. Nou, je gaat naar klassiek. Daar kan je een kleur toevoegen. En daarvan kan je ook zeggen, nee, ik wil een afbeelding. En daar kan je dan de Amsterdamse afbeelding laten zien. Bizar dat dit gebeurt. Ik werk dagelijks met het programma. En soms vergeet ik ineens iets. Nou, prima. Positie. Helemaal prima. Ik ga naar afmeting. Dan zeg ik bedekken. Dan zie je zoveel mogelijk van de afbeelding. En wat je kan doen, vastzetting, vast. Vind ik wel mooi. Als je dan scrolt, dan blijft die afbeelding zo in beeld. Leuk. Je ziet de tekst niet zo goed. Nou kan ik die tekst wit maken, maar dan zie je het nog steeds niet zo goed. Dus wat ik ga doen, hier beneden, bij overlay achtergrond, kan ik weer iets kiezen. Een kleur of een verloop.
En daar ga ik weer voor de blauwe achtergrond. Nou, liever voor de kleur van de website. Dus dan ga ik weer kopiëren. Sorry. Moet ik even terug. En plakken. Nu ik deze kleur heb, kan ik gewoon klikken op de plus. En dan wordt de kleur toegevoegd. Als ik een kleur wil verwijderen die ik niet gebruik, dan verwijder ik hem door hem naar beneden te slepen. Deze heb ik niet nodig. Ik hou ervan om dingen georganiseerd te houden. Allemaal niet nodig. Zo. Dan zijn er nog twee andere kleuren die ik wil gebruiken. Die pak ik er even bij. Nummer 6. Color code. Dat is deze kleur. Dus dan kan ik deze kleur pakken zo. En dan zeg ik plus. En dan heb ik nog een derde kleur. Die plak ik hier. En dan zeg ik weer plus. Kan ik dit nog wisselen? Ja. Blauw, halfblauw, groen. Dus de eerste kleur wordt deze. De tweede kleur wordt... Nou, ik wil eigenlijk wel een donkere kleur. Zoiets. En dan wil ik de locatie aanpassen. Kan ik dat doen? Zeg ik wil alleen dat op dit gebied er een verloop is. Nou, ik zeg gewoon 100. Ook hier kan ik zeggen, als ik dit naar 50 breng, of 43, en dit ook naar 43, komt er gewoon een lijn te staan. Dan kan ik de hoek aanpassen. Dus je kan best leuke dingen ermee doen. Ik zeg 90 van links naar rechts. En dan hier zeg ik 0. En hier zeg ik 100. En de tweede kleur mag wel iets kleurrijker zijn. Dan heb ik hier de doorzichtigheid. Als ik hier op klik, dan is die 100% zichtbaar. Als ik hier naartoe ga, is die niet zichtbaar. Dus ik zeg 70. Of 0,70. Leuk. Wat je ook kan doen is zeggen, we gaan 100% doen. Dus ik breng het weer terug naar 1. En dan kan ik de blending mode aanpassen. Nou, als je met Photoshop werkt, weet je hier misschien van. Je kan ze allemaal proberen en dan zie je dat er bepaalde stijlen gecreëerd worden. Ik ga gewoon voor normaal. En dan zeg ik 0,7. Maar goed, we zien de tekst niet goed. Hoe gaan we dat aanpassen? Ik klik hier. Ga naar de stijl van de tekst. Tekstkleur. Die moet natuurlijk wit zijn. Dus ik ga voor FFF. Even kijken hoor. Ik ga helemaal naar linksboven. Nou, die heb ik dus toch af en toe nodig. Dus ik maak een plusje. Deze kleur. Dan hebben we hier de titel. De typografie. Ik maak hem wat groter. En dan ga ik transformeren naar hoofdletters. Maak wat groter. Laat ons jouw verhaal vertellen. Mag ook best dik. Prima. Prima. Letterafstand kan ik nog aanpassen. Hoeft van mij niet. Wat ik nu ga doen. Rechtermuisknop. Kopieer. Rechtermuisknop. Plak de stijl. Dus nu ook precies dezelfde stijl hier als hier zo. Het enige wat ik nu hoef te doen bij stijl, typografie, is het allemaal wat kleiner te maken. En dit wil ik ook veel lichter laten zijn. Hier pelt ze naar beneden. Ik vind het zelf wel mooi als het een beetje hetzelfde uitlijnt. En wat wil ik dan doen? Ik ga weer naar alle elementen. En ik ga op zoek naar een scheiding. Hier binnen Elementor natuurlijk. Uitlijning wil ik in het midden als ik dit omlaag breng. Ik breng het naar het midden, dat ziet er zo uit. Ik werk liever met pixels, zodat het pixel perfect is. En dan breng ik het naar rechts. En dan maak ik het ietsje korter. Dan ga ik naar de stijl om de kleur te veranderen. De kleur zwart heb ik hier nog niet, dus plusje. Zo, nu heb ik alle kleuren die ik nodig heb, denk ik. En wat ik nou wil doen, de tussenruimte mag voor mij 0 zijn. En wat ik dan hier doe, bij geavanceerd. Ik deselecteer dit en bij onder ga ik in de min, dus ga ik naar beneden. Zeg gewoon min 10. En hier zo, bij geavanceerd, deselecteer. Bij boven ga ik ook naar min 10. Dus het komt allemaal wat dichter bij elkaar. Met die mooie streep ertussen. Nou, die streep wil ik een animatie geven. Moeilijk om te selecteren, omdat die echt heel klein is. Als ik hem nou niet kan selecteren, dan wil ik je even hierover vertellen. De navigator, daar klik ik op. En die laat zien hoe de website is opgebouwd. We hebben één sectie. Als ik deze open, zien we één kolom en in die kolom hebben wij een kop, een scheiding en nog een kop. Dus als ik dit nou niet kan selecteren, kan ik gewoon hier klikken. Je kan dit ook naar rechts brengen. En als je een heel groot scherm hebt,
Dus je maakt het wat kleiner. Dan kan je het in principe ook gewoon altijd hier laten staan. Het is maar net wat je wil. Je kan het sluiten en je kan het gewoon weer openen. En wat je ook kan doen, rechtermuisknop naar de navigator gaan. Ik laat hem even zweven. Breng hem hier naar links. Dan ga ik naar de scheiding. Geavanceerd. En dan wil ik gebruik maken van een bewegingseffect. Fade in. Vanaf links. En dat wil ik graag doen na 1 seconde nadat de website is geladen. Dus 1000 milliseconden. En het mag best wel traag gaan. Zoiets, ja. Nou heb ik in mijn vorige tutorial echt alles geanimeerd. Ik zal het laten zien. Vastra.nl. Eerst dit. Dan dit. Dan dit. Dan dit. Bam, 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 bam. Het ziet er best fancy uit. En omdat ik aan het opnemen ben, stot het een beetje. Maar ik denk dat het ten koste gaat van de effectiviteit van de website. Mijn doel is gewoon om dit te laten zien. En niet om met allemaal tierenlantijntjes te komen. Dus ik ga het in deze tutorial niet doen. Maar als je dat wilt doen. Ik heb hier laten zien hoe dat kan. Dat kan je met allemaal elementen doen. Je kan het ook met een sectie doen. Je kan alles animeren. Het is echt bizar wat je allemaal kan doen. En het mooie is, Elementor doet al het harde werk. Wij geven gewoon aan hoe die moet faden. En hoe lang het moet duren. En hoe lang de vertraging is. Ik sluit de navigator. En als ik even opnieuw kijk naar apple.nl. Dan zie je daaronder een call to action. Meer informatie of koop. Nou, dat wil ik ook. Een call to action. Dus ik ga weer hier naartoe. En dan kan je ook, ik zal even laten zien. Je hebt echt allemaal elementen. We gaan later in de video nog extra elementen toevoegen. Gratis elementen. We hebben nu een domeinnaam gekocht. Een webhosting. En verder wil ik alles gewoon gratis laten zijn. En ik zie hier een knop. Dus die sleep ik hieronder. En dan zien we hier een knop met klik hier. Nou, de eerste tekst is meer informatie. Dan kan ik een linkje kiezen. Ik kan zeggen over. En dan zoekt hij een pagina met de tekst over. Dus ik link nu naar over ons. Ik wil hem uitlijnen in het midden. En we kunnen nog een icoontje toevoegen. Of je kan een eigen SVG uploaden. Dus je kan zeggen check. Insert. Dan heb je een icoontje. Nou, je kan ook zeggen, ik wil het icoontje erachter tonen. Oké, dan gaan we naar de stijl toe. En dan wil ik gewoon eigenlijk zo weinig mogelijk kleuren gebruiken. Dus ik ga typografie, vind ik even mooi zo, zoals het is. Wat ik wil doen, de tekstkleur wil ik wit houden. En de achtergrondkleur wil ik doorzichtig maken. Hoe kan je dat doen? Die onderste balk, die kan je helemaal naar links slepen. En dan is die doorzichtig. Waarom? Ik wil een rand maken. Dus hier bij type rand zeg ik gewoon ik wil een doorgetrokken streep. Dikte, laten we zeggen 3 pixels. Nou, dat is wel heel dik. 1 pixel. Gewoon lekker minimalistisch. Afgeronde hoeken. Als je 0 zegt, heb je vierkante hoeken. Als je het omhoog doet, gaat het er zoals dit uitzien. En als je dit deselecteert, kan je zeggen boven 10, rechts 0, onder 10. En links 0. En dan krijg je een speciaal effect. Maar ook dat, ik vind dat weer afleiden. Dus ik zeg gewoon overal 2. Echt minimaal. Gewoon prima. Nou, dan kan je schaduw toevoegen. Hoeft van mij niet. Dus ik zeg het weer terug door hier te klikken. En dan hebben we padding 20. Hoeveel, en dat betekent hoeveel ruimte wil je tussen de tekst en de omlijning. Nou, dat wil ik weer even terugzetten. Gewoon zo, prima. Dan ga ik hier naar hover. Wanneer ik over hover, wat moet er gebeuren of hoever, kan ik de tekstkleur aanpassen, achtergrondkleur, de randkleur. Ik kan een animatie geven, zeggen grow, dan ziet het er zo uit. Of bounce. Nou, ik vind grow or shrink vind ik nog netjes. Doe wel grow, weet je wat, shrink. En dan ben ik eigenlijk wel blij zo. Bijwerken, wat ik nu kan doen. Rechtermuisknop. Dupliceren. Nu heb ik er 2. Alleen ze staan boven elkaar en ik wil ze naast elkaar. Hoe kan ik dat doen? Ik klik hier. Ga naar geavanceerd. Dit kan ik sluiten. En dan ga ik naar de positionering. En dan zeg ik bij breedte inline. En dan wil ik bij deze ook. Dus ook bij deze geavanceerd. Bij positionering breedte inline. Nu komen ze echt precies naast elkaar te staan. Dus nu wil ik een paar aanpassingen doen. Eerst bij deze wil ik naar geavanceerd gaan. Marge aan de rechterkant zeggen 5 pixels. En dan bij deze
wil ik aan de andere kant, aan de linkerkant, ook 5 pixels marge. Nou, bij de tweede button wil ik de tekst aanpassen. Dus bij inhoud zeg ik contact. Neem contact op met ons. Hier zeg ik contact. En dan kan ik deze pagina kiezen. En ook hier wordt de button kleiner als je er overheen gaat. Ik klik op bijwerken. En wat ik nu nog wil doen, ik ga naar de instellingen van de column. En dan zeg ik horizontale uitleiding. Kan ik zeggen begin, gecentreerd, einde. Dan kan ik nog tussenruimte kiezen. Dan gaat het er zo uitzien. Ruimte eromheen. Dus dan wordt er hier, ja, wordt het anders verdeeld de ruimte. En geleidelijk. Nou, ik ga voor gecentreerd. Ik klik op bijwerken. En als ik de pagina bekijk, dan vind ik het er best netjes uitzien. Ik denk zelfs dat de tekst nog iets groter mag. Dus dat ga ik ook doen. Stel. Even kijken hoe ver we dit kunnen rekken. Als ik nou eens 50 zeg. En hier zo. Stel. Ik wil niet dat het te druk wordt. Dat het onoverzichtelijk is. Laat ons jouw verhaal vertellen. Wij bieden fotografie, film en webdesign aan in één pakket. Ah, kantje boord. Als ik nou denk ik wil het toch anders doen. Dan kan dat. Ik ga naar de achterkant. Dit selecteer ik. En dan kan ik eventueel zeggen Verdi Corp Media. En hier kan ik zeggen, weet je wat. Ik ga het toch anders doen. Ik zeg gewoon fotografie, film, webdesign. Anders vind ik het toch te druk worden. Nou, wat ik hier wil doen, dan ga ik naar typografie. Wil ik de letters wat uit elkaar halen? Zo. Niet te veel. Hier zo wil ik de tekst wat groter maken. En in het midden, ik ga weer naar de navigator. Ga ik naar de scheiding. En dan stel. Nee. Hier zo. Maak hem wat kleiner. Perfect. Hier wil ik het icoontje veranderen. Ik zoek iets van address. Zoiets. En de achtergrond van de sectie, die kleuren. Ik wil het allereerst wat minder door laten schemeren, de achtergrond. En ik wil de kleur toch nog wat donkerder maken. Of gewoon anders. Ja, zoiets. Bijwerken. En zo zie je hoe snel je het kan laten veranderen. Dan wil ik nog een sectie maken waarin ik je laat zien hoe je met meerdere columns kan werken. En zo leer je elementen ook weer beter kennen. Ik klik hier op de plus. En dit keer wil ik 3 columns in de sectie. En in die column wil ik graag een icon box. Dus even kijken, hoe heet dat in het Nederlands? Een icoon? Nee, een icoon box. Die sleep ik hier naartoe. En dan kunnen we dit aan gaan passen. Allereerst zoek ik voor iets wat met fotografie te maken heeft. Dus ik zoek voor een camera. Deze. Klik op insert en dan verandert de icoon. De weergave is standaard. Je kan hem veranderen naar gestapeld of naar omlijst. Nou, ik vind gestapeld wel mooi. En wat je ziet, de kleur is grijs. Waarom is dat? Als we kijken, even bijwerken. Als we kijken naar de instelling over hier, door hier te klikken. Dan hebben we de standaard kleuren. En die kunnen we inschakelen vanaf de Elementor instellingen pagina. Als ik daarop klik, ga ik daar naartoe. En dan wil ik dit even uitzetten. Wijzigingen opslaan. Dan wil ik eigenlijk even naar de dashboard gaan. Het dashboard. In het Engels zeg ik de dashboard. Zo, vandaar dat ik in het Nederlands soms de dashboard zeg. En dan klik ik op bewerken in Elementor. Gaan we opnieuw er naartoe. Dit sluit ik even. Ga ik opnieuw naar de standaard kleuren. En dan kunnen we hier de kleuren kiezen. En je ziet dat is deze kleur ook. Dus die wil ik weer veranderen naar deze kleur. Secundair mag voor mij groen worden. De tekst mag opnieuw 444. Yes. En dan de accent mag ook de groene worden. En dan heb ik de kleur aangepast. Toepassen. Dan ga ik weer naar de instellingen hier. En dan gaan we gewoon verder. Dit is de kop. Die verander ik naar fotografie. En dan heb ik hier een tekst. En die komt dan hier weer terug. Dan kunnen we nog een link hebben. Nou, dat is / fotografie. Even kijken. Ik haal deze / weg.
kan ik kiezen uit fotografie. En we kunnen het icoon rechts plaatsen, links. De titel, A2. En dan gaan we naar de stijl. Primaire kleur, dat is prima. Ook allemaal prima, dat is van het icoon. En dan kan ik zeggen bij de hover wordt het een andere kleur. Dus dan ga ik naar de secundaire kleur, groen. Dat wil ik niet. Ik wist het. Ik ga naar de primaire kleur. De blauwe kleur moet groen worden als ik er overheen ga. Of deze kleur. Nou, je kan kiezen. En dan ziet het er zo uit. Hover animatie. We kunnen zeggen grow. Prima. Nou, dit is wel genoeg. We kunnen nog dingen draaien, maar ja, waarom zou je dat doen? Maar als je wil, kan je dat doen. Ik haal het weg. En dan ga ik naar icoon. Dat sluit ik. Inhoud. En dan de titel. Afstand kan je veranderen. Dat kan je nog wel doen bij icoon. De afstand. Die mag wel wat kleiner worden, vind ik. Inhoud. Dan gaan we naar de titel, typografie. Dat is dit. Dat mag wel wat groter worden. En ook wel hoofdletters. Top. Dan ga ik naar de tekst. Typografie. En dat is denk ik wel gewoon prima. Dus dan laat ik bij het enige wat ik nog wil doen is toch bij de titel de tekst wat dikker maken. Dikte 600. Nee, 500. Prima zo. Wat ik nu graag wil is een paar foto's laten zien. Hoe kan ik dat doen? Ik klik hierop en ik zoek voor een galerij. Die sleep ik hier naartoe. Dan klik ik hier en dan kan ik een paar foto's uploaden. Klik op bestanden uploaden. Bestanden selecteren en ik ga naar desktop, images, tutorials, home, photography en ik sleep ze allemaal hier naartoe. En wat je ziet, ik heb alles hernoemd, het is dan in het Engels, Concert Photography Rotterdam Maassluis, want daar wil ik op gevonden worden. Dus als ik nu zoek op Concert Photography Maassluis, spatie, enter, images, dan zie je mijn foto als eerst. Dus mensen zien, hey, dat is een mooie foto en dan kunnen ze mij boeken. Dus het is belangrijk dat je afbeelding hernoemt. Als je zoekt voor IMG 01, dan krijg je dus ook afbeeldingen te zien. Waarom? Omdat mensen die nooit hebben hernoemd. Ik selecteer ze opnieuw. Kan ik weer opnieuw naar de desktop. Homepagina Photography. Command A. Ctrl A op een PC. En dan kan ik ze allemaal hernoemen. Of de spaties weghalen, de dashes. Kopiëren en dan in de alt-tekst plaatsen. Met alle vier. Nou, dat laat ik nu even gaan, maar dat kan je dus doen. En daarmee optimaliseer je alles. Hier kan je de volgorde aanpassen. De volgorde omkeren. En dan zeg ik galerij invoegen. Maar nu zijn het vier foto's. Maar ik wil eigenlijk maar één foto per keer laten zien. Allereerst wil ik de kolommen zeggen, ik wil er maar één. Daarna wil ik zeggen, ik wil de foto's op medium-large laten zien, zodat je betere kwaliteit hebt. En dan kom ik erachter dat dit toch de verkeerde is. Het heeft waarschijnlijk te maken met de vertaling. Normaal doe ik alles in het Engels en nu is het in het Nederlands. Dus even kijken waar ik naar op zoek ben. Afbeeldingsbox, hier ben ik naar op zoek. Deze sleep ik hier naartoe. Niet alles gaat perfect. Ik klik hier, houd shift ingedrukt en klik hier galerij aanmaken. Invoegen. Kijk, opnieuw, medium large, slides om weer te geven, 1. Ik wil geen pijlen en punten, ik wil geen link, geen onderschrift, extra opties, automatisch afspelen, ja. Elke 3 seconden mag er een nieuwe foto bij komen. Ik wil het ook niet pauzeren wanneer je er overheen hovert. Pause on interaction, no. Oneindig herhalen, effect, slide of vervagen. En dan zeg ik, weet je wat, doe maar 1 seconde erover. Dan gaan we naar de stijl. Type rand. Nou, dat is allemaal prima. Bijwerken. En dan ga ik eens kijken hoe het eruit ziet. Verdicorp Media, fotografie, film, webdesign, meer informatie, contact. En hier zien we fotografie en dan de tekst erbij. En dan zien we hier de afbeeldingen. En zo gaat dat. Ik ben er blij mee. Wat ik nu nog wil, is een knop aan de onderkant. En wat ik dan kan doen, is deze dupliceren en dan eventueel naar beneden slepen. Klik erop.
Deze haal ik even weg. Ik verander de stijl, want nu zie ik hem niet. Bij normaal achtergrondkleur kan ik zeggen, weet je, ik wil gewoon de kleur van de website. Wanneer ik er overheen hover, ziet er zo uit. En geavanceerd, daarmee wil ik zeggen bij de positionering dat ik hem over de volledige breedte wil. Of standaard, nou, maakt niet heel erg uit. En hij moet natuurlijk naar een andere pagina linken. Dus naar fotografie. Bijwerken. Top. Wat ik nu wil doen, ik wil dit compleet kopiëren. Dus wat ik kan doen, is deze verwijderen. En deze verwijderen. Ziet er heel gek uit nu. En dan hier dupliceren. En dupliceren. Of rechtermuisknop dupliceren. Dan ga ik hier naartoe. Dan verander ik het icoon. Ik zoek eens met film of een video. En dan zoek ik deze. Insert. En hier zeg ik natuurlijk film. En dan heb ik ook een andere tekst. Daar is die. En dan bij de derde verander het icoon. Ook iets met address. Dit vind ik er wel mooi uitzien. Insert. En dan zeg ik hier webdesign. En dan verander ik de tekst hier weer. Ga ik nog even omlaag, verander ik de link naar webdesign. Dus door dingen te dupliceren kan je veel tijd besparen. En dat is mooi. Nou, hier wil ik een paar andere afbeeldingen laten zien. Dat is mooi, ik heb deze instellingen heb ik al. Ik verwijder ze allemaal. Bestanden uploaden, bestanden selecteren. Dan ga ik naar een ander mapje toe. Dat heet, even kijken hoor, niet hier, maar dan ga ik naar de portfolio. Webdesign. En dan voeg ik deze 5 toe. Openen. Een nieuwe galerij aanmaken. Galerij invoegen. Top. En hier wil ik geen afbeelding laten zien. Dus die verwijder ik. Maar een video. Dus ik ga hier naartoe. Dan zoek ik op video. Daar is die al. En die sleep ik hier naartoe. En ik heb een video in mijn folder. Hier. Die heb gedownload waarschijnlijk. Kan ik ook zoeken naar portfolio. Film. En dan Montana. Dan heb ik hier een Vimeo link. Met geluid, kopiëren. En die plaats ik hier. Eerst zeg ik even, het is Vimeo. Je kan ook Dailymotion een eigen hosting hebben. Ik wil hem van Vimeo. Je kan de starttijd nog aanpassen. Je kan zeggen automatisch afspelen. Vind ik zelf wel netjes. En speel on a mobile, nee. Je kan het geluid dempen. Je kan hem herhalen. Je kan de kleuren hier aanpassen. Ik zeg bijwerken. Wil ik nog een paar dingen doen. Hier wil ik de link aanpassen. Naar film. En hier naar webdesign. Bijwerken. Gaan we eens kijken hoe het eruit ziet. Het ziet er zo uit. Nou, ik wil het even naar het volgende niveau tillen. Dus wat gaan we doen? Eerst ga ik naar de bovenste sectie. Hier zo. Ga ik naar de stijl. Dit klap ik even in en dan ga ik naar de vormscheiding. Dan kan je dus zeggen, ik wil een bepaalde vormscheiding. Dat ziet er zo uit. Of zo. En afhankelijk van welke je kiest, kan je nog de hoogte aanpassen. De breedte, je kan dingen spiegelen, draaien, naar voren brengen. Nou, dit wil ik even niet doen aan de voorkant of aan de bovenkant, maar aan de onderkant. En een hele simpele, even kijken hoor, waar is die kanteling? Hoogte. Waarom zie ik hem niet? De kleur moet wit zijn. Juist, zoiets. Gewoon heel simpel. Ik vind het gewoon mooi eruit zien. Wat ik dan eventueel ook kan doen. Ik zet hem op 50. Kan ik ook aan de bovenkant zeggen. Ik wil ook een kanteling. Ook van 50. En die gaat de andere kant op. Dat is aan jou. Ik laat even wat het is. Ik zeg geen. En dat is natuurlijk helemaal aan jou. Je kan ook bepalen om hier niks te doen. Maar ik wil je gewoon even wat laten zien. Dan ziet het al wat leuker uit. Maar wat ik nu wil doen, is dit gedeelte wat omhoog halen. Dus ik ga naar deze sectie. Geavanceerd. Dit deselecteer ik. En dan bij boven ga ik weer de min in. En wat je ziet, dit schuift zo naar boven.
Wat ik dan alleen jammer vind is dat je geen witte achtergrond hier ziet. Dus hoe kan je dat aanpassen? Ik zet hem op min 120. Dat kan je aanpassen door naar het element te gaan. Geavanceerd. Achtergrond. En zeg hier klassiek. Maak hem maar wit. Maar dan zit dit icoontje volop tegen die rand. Dus dan ga ik hier weer naar geavanceerd. En dan ga ik naar padding. Deselecteer ik dit. En boven zeg ik even wat afstand creëren. Doe maar 15 pixels. Prima. En nu krijg je wel een leuk resultaat. Kan ik bij marge ook nog zeggen rechts 5 en links 5. Maar dat hoeft niet. Maar dat kan. En wat ik nu doe, element, rechtermuisknop kopieer, rechtermuisknop plakstijl, rechtermuisknop plakstijl. Kijk, dit ziet er leuk uit. Alleen, is dit een beetje aan de gekke kant. Het staat een beetje laag hier. Hoe pas ik dat aan? Ik klik hier, geavanceerd, zet ik even uit en dan bij boven ga ik naar beneden. Het ziet er misschien een beetje gek uit wat er gebeurt, maar je moet gewoon op de witte tekst letten. Dat moet in het midden komen te staan. Zoiets als dit. Bijwerken. En dan zien we hier het resultaat. Het voordeel is dat mensen meer zien. Fotografie, film, webdesign. Dan heb je een leuke schuine rand. En ik vind het gewoon cool uitzien. Er is erg weinig ruimte hier. Dus als ik dat aan wil passen, ga ik naar de instellingen van de sectie. En hieronder kijken of ik daar wat ruimte kan creëren. Door bij padding, bij onder, even wat ruimte te creëren. Best bijwerken. Top. Nou, ik hoop dat je al een beetje begint door te krijgen hoe het werkt met Elementor. Je hebt dus secties. Kan je nieuw maken hier. Hierboven zo. Ik kan een nieuwe aanmaken. In die secties kan je columns kiezen. Die columns kan je nog verplaatsen, verschuiven. En in die columns kan je elementen toevoegen. En met die drie gegevens kan je prachtige websites maken. Nou, ik heb je laten zien hoe je dit vanaf nul maakt. Maar ik wil je ook tijd besparen. We willen deze tijd snel een website maken. En ik ga je laten zien hoe je dat kan doen. Want je kan namelijk ook klikken op dit icoontje. En dan kan je gemaakte pagina's importeren met een simpele klik. Bijvoorbeeld deze. Invoegen. Moet je even connecten. Dat is niet eng. Dat is gewoon Elementor die je even wil zeggen. Ik wil even connecten. Ik klik op connect. En dan kan je gebruik maken van hun bibliotheek. En nu wordt dus alles in één keer geïmporteerd. Dus ik klik even op bijwerken. En wat we nu zien. Wij hebben dit zelf vanaf nul gemaakt. Maar hieronder zie je nu van tevoren gemaakte pagina. En die kunnen wij gewoon importeren. Gratis. Dit kan je allemaal aanpassen. Het ziet er gewoon geweldig uit. Dus als je denkt, hé, dit wil ik in dezelfde stijl hebben. Stijl. Overlay. Gradient. En dan pak ik ook gewoon deze kleuren. Of in dit geval een donkere blauwe kleur. En dan verander ik de hoek naar 90 graden. Van links naar rechts. Kan ik een video gebruiken die ik zelf heb gemaakt. Ik kan hier zeggen. Kopieer. En dan hier. Plak de stijl. Zo, dan wordt het anders. Op die manier, stel dat ik deze kleur aanpas. Klik even hier. Ga naar de stijl van het icoon. Ik verander het naar deze groene button. Rechtermuisknop. Kopieer. Plak de stijl. Plak de stijl. En plak de stijl. Nou, en op die manier kan je heel makkelijk alles aanpassen in je website. Dus dat is een manier. Nou, dan is er nog een manier. Klik hier zo op. Dan gaan we naar blokken. Hier kan je gewoon kiezen wat voor blok je aan je website toe wil voegen. Dus als je zoiets als dit ziet. Nou, dit is voor de pro-versie. Dus even kijken of je dat kan selecteren. Nee. Nou, als je een hero zoekt, dan ga je hier gewoon naar hero. En zie je heel veel heroes. En dan kijk je gewoon naar een gratis versie van hey, welke vind ik mooi. Deze bijvoorbeeld. Klik op invoegen.
En dan voeg je hem in. Nou, dan kan je daarna wat toevoegen. Zeg, weet je, ik wil een sectie uitrekken. Ik wil bij de achtergrond wil ik gebruik maken van deze kleur. Of weer van een gradient. Ik ben zelf fan van gradients. Zoals je misschien al gezien hebt. Nou, afbeelding aanpassen. Dus dan kan je naar stijl gaan. Dan kan je hem weer groter maken. Allemaal dingen die je kan doen. Op die manier kan je snel een website maken. Daarna klik je weer hier. En dan kan je zeggen, weet je, ik wil wat vertellen over mijn team. Dus ik zoek voor team. Oké. Het is nou een donker element. Nu wil ik een licht element. En dan kan je iets van je team laten zien. Daarna denk je, hey, ik wil nu wat anders laten zien. Ik wil wat vertellen over de veelgestelde vragen. En weer een donker gedeelte. En zo kan je heel snel een website creëren. Dus je hoeft niet alles vanaf nul te leren. Je kan het ook gewoon op deze manier doen en veel tijd besparen. Hier moet ik even wat tekst licht maken. En dan kopiëren. Plakstijl. Zo doe je dat. Nou, ik heb zelf ook allemaal templates. Ik zal dit even verwijderen. Even kijken hoor, allemaal verwijderen. Wat ik ook kan doen, gewoon naar de navigator gaan. Verwijderen. Alleen wil ik wel zeker weten dat ik niet iets verwijder wat ik zelf heb gemaakt. En als ik dat doe, stel ik dat doe. Dus ik verwijder dit. Command Z. Nee, het werkt niet. Nee, het werkt wel. Command Z. Zie je? Dus gewoon weer terug. Dus dat is hoe je kan werken. Nou, wat ik zelf prefereer. Is gebruik maken van templates. En als je een paar mooi wil vinden, kan je naar ferdicorp.com gaan. Dat is mijn website. Dan klik je op templates. Dit zijn templates voor Elementor. En als je wil, kan je dan je naam achterlaten en je e-mailadres. En staat er give me the package. Het zijn Engelse templates, maar aangezien je alles toch moet veranderen, kan je ook de tekst veranderen naar wat jij wil zeggen in het Nederlands. Omdat we uit Europa komen, moeten we even consent zijn met alles. En dan klik ik op subscribe. Dan ga ik naar mijn e-mail toe. Get your Elementor template pack. Get the template pack. En dan download de template pack. Of we gaan naar alle elementen. En daar kan ik zeggen, ik wil kijken naar alle gratis elementen. Of ik zeg, ik wil kijken naar alle complete pagina's. Nou, dan zie je hier een paar. En ik wil deze gebruiken. Dus ik klik hier op Media Business Homepage versie 3. En dan zie je hoe het eruit ziet. Zie je ook hoe het eruit ziet op een ander apparaat. Nou, ik klik op Download this template. Ik sta toe. Dan gaat hij naar mijn downloads. Heel klein is die. Een JSON bestand. Nu ga ik naar mijn website toe. Klik op de folder icon. Dan klik hier op uploaden. Dan kan ik een JSON file van zip bestand selecteren. En dan ga ik naar de downloads toe. En daar is die. Ik klik op open. En nu kan ik hem invoegen. En daar is het. Nou, deze heb ik niet nodig. Dus hier rechtermuisknop verwijderen. Of hier. Deze heb ik ook niet nodig. Die heb ik al gemaakt. En dan kan ik hier de tekst aanpassen. Dus ik zeg hier wie wij zijn en wat wij doen. Dan kan ik hier wat informatie vertellen. En ik zie dat het nu in twee regels is. Dus ik kan ook heel simpel zeggen, ik sleep iets naar links. Dat wil ik aanpassen. Dat doe ik hier zo. Ik plak mijn tekst. En dan kan ik even kijken hoor naar het element. Die is goed. Dan ga ik naar de column. Geavanceerd. Ik heb hier wat zitten spelen. Dus dan haal ik weer even terug, zodat er wat meer ruimte komt om mijn tekst te laten zien. 5 pixels is goed genoeg. Hier is een icoontje even weg. Dat kan wel eens gebeuren. En nu is die weer terug. En dan kan ik zeggen, weet je, ik wil de stijl hiervan. Kopieer. Plakstijl. Ik weet niet of het er goed uitziet. Nee, niet echt. Nou, in dat geval kan ik zeggen bij stijl, achtergrondkleur, wil ik toch weer gewoon deze laten zijn. En als ik er overheen hover, prima.
bijwerken. Wat mensen over ons zeggen. Nou, dan kan ik een paar dingen in het Nederlands plaatsen. Ik kan ook zeggen, weet je, ik wil er maar 2 laten zien. Deze verwijder ik. Kijk hoe makkelijk het allemaal gaat. Ik heb nou een groen lijntje aan de onderkant als ik die wil veranderen. Ik heb hier naartoe geavanceerd. En dan waarschijnlijk hier heb ik een rand. En aan de onderkant 5 pixels. En die maak ik blauw. Of ja, wat ik wil, blauw. Dan zeg ik hier, rechtermuisknop, kopieer. Plak de stijl. Nu is die ook blauw. Dat is hoe makkelijk het is. Hier zijn alle icoontjes weg. Klik even hier. En dan zijn ze allemaal weer terug. En dan kan je alle links aanpassen. Nou, de kleuren, die wil ik ook even aanpassen. Dus hier zo. Stijl. Moet ik even een kleur kopiëren. Dus dat doe ik ook bij stijl overlay. Tweede kleur, die heb ik niet in mijn palet. Ik kan wel zeggen plus. Dan heb ik hem wel. Deze donkere kleur. Zo makkelijk is het allemaal. Het is echt, echt bizar. Dus hier naartoe. Klik. Sexy. Stijl. Achtergrond. Eerste kleur is deze. De tweede kleur is deze donkere kleur. Waarom zie ik dat niet verschijnen? Even kijken. Is hier iets aan de hand? Je zou toch zeggen dat het moet werken als ik er naar... Ja, dat werkt. Het ziet er wat anders uit omdat ik hier ook iets doorzichtig laat. Dus vandaar. En ook hier kan ik hetzelfde doen. Nou, ik zeg even command Z. Ik vond die vorige kleur beter. Bijwerken. En dat is dus hoe je een pagina maakt vanaf nul. Of met geïmporteerde templates. Dus ik ga even kijken hoe het eruit ziet. Oh, dat was niet de bedoeling. ellemastra.nl. Deze sluit ik. En dan ziet het er zo uit. Dit is de website die wij hebben gemaakt tot nu toe. De homepagina. De video die start hier. Wie we zijn, wat wij doen. Meer over ons. Nou, die tekst kan ik nog eigenlijk aanpassen naar Nederlandse tekst. Ook dit. En dat is hoe het werkt. Wat ik nu merk is dat dit er voor mij perfect uitziet. Maar wanneer iemand een groter scherm heeft. Ik zal het even laten zien. Als ik mijn scherm uitrek. En ik trek hem wat naar beneden. Dit is eigenlijk de echte grootte van mijn scherm. Wat zie je? Er ontstaat veel meer ruimte. En waarom? Omdat ik de hoogte van deze sectie 80% van de grootte van het scherm heb gemaakt. Dus het is een beetje responsive. En daardoor ziet het er hier leuk uit. Maar hier vind ik dat er veel te veel ruimte is. Dus als ik dat aan wil passen, ga ik naar Bewerk met Elementor. Ook nu, omdat ik mijn scherm heb uitgerekt naar de volledige grootte van mijn bureaublad. Zie dat er veel ruimte is. Dus ik ga naar de sectie. Dan naar de hoogte. Dat verander ik terug naar pixels. En dan ga ik dat even verhogen. Nou, dit vind ik er al beter uitzien. Dus laat ik zeggen 430. Nou, 450. Gewoon iets meer ruimte. Bijwerken. Nou, dat zie je even niet omdat ik mijn scherm heb uitgerekt. Omdat ik je wil laten zien hoe het er uiteindelijk uit komt te zien. Want nu, als ik mijn scherm kleiner maak... zou je zien dat de hoogte gewoon hetzelfde blijft. Dus hou daar rekening mee wanneer je kiest voor vertical height en dan een percentage. Kan dat invloed hebben op de grootte. Maar nu heb ik het in pixels, dus maakt niet uit hoe groot het scherm is. Het blijft gewoon dezelfde hoogte. Dus dat wilde ik je nog even laten zien. Nou, dan is dit wat wij hebben gemaakt. Mocht je nou echt denken, ja, maar ik wil alles helemaal zelf vanaf nul maken. Klik dan op deze link hier. Dan ga ik je verder laten zien hoe je... dit kan maken, hoe je dit kan maken en dit. En zo kan je meer leren over Elementor. Nou, ik wil je even nog een keer laten zien hoe je kan werken met templates. Dus ik ga naar de pagina over ons. Deze haal ik weg. En nu zeg ik pagina bewerken. Dan ga ik opnieuw naar verdicorp.com. Naar templates. En net waren wij op de pagina thank you. Dus ik doe even / thank / you. Enter. En net hebben we 1 enkele template geïmporteerd. En wat ik nu wil doen, ik wil alle templates in 1 keer downloaden. Dus ik zeg hier download de template pack. En dan is die even aan het downloaden. Hij is wat groter het bestand, omdat er ook afbeeldingen bij zitten. Ik open hem. Dan heb ik hier Elementor gratis en Elementor Pro. En dan kan ik hier een afbeelding zien en dan een JSON file. Afbeelding, dit is een hele pagina.
Dus als ik nou iets zie wat ik leuk vind, deze bijvoorbeeld, staat er About Us page. Dan heb ik About Us page.json nodig. Dus ik ga naar onze website over ons. Ik klik op pagina bewerken. Bewerk met Elementor. Klik ik op het folder icoontje. Klik ik op het upload icoontje. Selecteer bestand. Dan ga ik naar mijn downloads. Naar de complete Elementor template pack. En even kijken. About us page. Die wordt gehighlight. Die JPG-bestand kan je niet importeren. Dus dat maakt het eigenlijk alleen maar makkelijker. Kan je niet per ongeluk het verkeerde bestand selecteren. About us page. Die wil ik importeren. Ik klik op open. En daar is die. About us page. En ik klik op invoegen. En daar is die. Ik ga even klikken op bijwerken. En dan wil ik even het resultaat bekijken. Dit sluit ik. Oké. Nou, dat ziet er dus oké uit. Prima. Nou zie je hier zo Getting Contact With Us. En dan zie je dit. Dit is een code die omgezet wordt in een formulier wanneer we deze plugin downloaden. Een plugin is een extensie voor een website. Die geeft je website extra functionaliteiten. Maar als dit niet geïnstalleerd is, dan wordt dit even niet goed vertaald. Hier gaan we zo naar kijken. En dit heb je ook wel eens. Moet je even naar beneden scrollen. Eventjes hierop klikken. En dan bijwerken. En dan is dat ook weer opgelost. Nou, ik vind deze tekst een beetje klein. Het kan ook zijn dat afhankelijk van het thema dat je gebruikt, sommige teksten wat kleiner zijn of wat groter. Dat kunnen we aanpassen. Dus ik ga even hier naartoe. Naar de stijl, typografie en ik maak het gewoon ietsje groter. Dan kan ik hier de tekst aanpassen. Zoiets. Wat je ook kan doen, ik klik even op bijwerken. Dan sluit ik dit. Ga ik naar de homepagina. Ik klik op bewerk met Elementor. Ik wil dezelfde kleuren van de achtergrond van deze sectie. Dan zeg ik hier zo rechtermuisknop kopieer. Nou klik ik even hierop weer. Dan ga ik naar de over ons. Sluit ik dit en klik ik op pagina bewerken met Elementor. Of bewerk met Elementor. En dan zeg ik rechtermuisknop plak stijl. Wat zie je? De titel blijft hetzelfde, maar de kleuren veranderen. We krijgen deze schuine balk weer, maar de content blijft hetzelfde. Nou wil ik nog steeds die andere achtergrond gebruiken, dus ik ga hier naartoe. Wanneer je een template importeert, importeer je daarmee ook alle foto's. Dus al deze foto's die heb je nu in je website en die kan je veranderen. Dus ik ben hier bij de sectieinstellingen. Ik ga naar stijl en dan verander ik deze achtergrond naar de achtergrond die we hebben geïmporteerd. Media invoegen en zo hebben we het weer terug. En op die manier kan je op een simpele manier dezelfde stijl behouden. Nou ook hier weer About Us kan ik groter maken als ik dat wil. En deze tekst kan ik aanpassen door hier te klikken. En dan ga ik typen. Dus ik kan hier zeggen, wij zijn Ferdi en Anna Korpershoek. In 2013 werden we verliefd. Zoiets. Dus zo kan je de tekst aanpassen. En ook hier kan ik gewoon zeggen, over ons. Als ik hier foto's zie die ik aan wil passen, ik klik erop. Dan open ik hem ook. Dit is de dunnere versie van mij, een paar jaar geleden. Klik hier. En dan kan ik een andere afbeelding kiezen, bijvoorbeeld deze. Houd er rekening mee dat dit een andere aspect ratio heeft dan deze foto. Deze is denk ik 4:3. En dit is 16:9. Dus als ik nu op bijwerken klik en ik sluit dit, dan zie je dat dit niet goed uitlijnt. Dus of alle vier de foto's moet je 16:9 geven, of allemaal 4:3. Als ik dit wil terugzetten, heel simpel, command Z of control Z. Of ik ga naar geschiedenis en dan klik ik hier of hier. Of zo. Dus nu is het weer terug. Ga ik hier naartoe? Ferdi Korpershoek. Nou, je kan hier tekst aanpassen. Je kan hier een afbeelding veranderen. Dus hier zo kan ik een foto van Anna doen. En op die manier kan je heel simpel de tekst aanpassen. Hier zo. Neem contact met ons op. Kan ik natuurlijk met ons op met hoofdletters. En wat je hier ziet, dit is een linkje met een
hashtag erin. Dat betekent dat je binnen dezelfde pagina naar een bepaald gedeelte scrolt. Hoe kan je dan ervoor zorgen dat deze link ook daadwerkelijk naar de juiste plek gaat? Nou, daarvoor heb je dit element, een menu-anker. Dus ik ga naar menu. Een menu-anker, klinkt veel beter. Die sleep ik dan ergens naartoe. En hoe mag ik die dan noemen? Contact. En omdat ik nou hier zo hashtag contact heb gedaan, gaat hij automatisch naar deze plek. Dat is ook hier zo contact. En daarom gaat hij precies hier naartoe. En op die manier kan je mensen helpen om te navigeren door de website. Nou, dan gaan we even hier naartoe. Klik ik hierop. Kan ik de link aanpassen naar Verdicorpszoek of jij in jouw geval naar jouw Facebookpagina. Dus je zegt, ik heb geen LinkedIn. Nou, dan hou je dat weer weg. Instagram. Is dat allemaal goed? Top. Nou, dan gaan we even kijken naar hoe je een contactformulier toe kan voegen. En natuurlijk wil ik dit even veranderen. Neem contact met ons op. Bijwerken. Ik ga een plugin downloaden, een gratis plugin waarmee je een contactformulier kan maken. Dus ik klik hier, terug naar dashboard. En dan ga ik naar plugins, nieuwe plugin. En hier zie je gigantisch veel plugins. Je kan ook zeggen populairste. Nou, dan zie je gelijk wat de populairste plugins zijn. Nou, dat is deze contactform 7. Yoast, ik heb hier ook tutorials over om dieper erop in te gaan. Hier dieper op in te gaan. Hier dieper op in te gaan. WooCommerce ook een tutorial over. Helaas zijn ze wel in het Engels. Maar ja, ook weer goed voor je ontwikkeling op het gebied van Engels. En ik ga ook meer tutorials maken in het Nederlands. Omdat ik gewoon zie dat mensen er wat aan hebben. En ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen helpen. En dat helpt mij ook om natuurlijk meer abonnees te krijgen. En dat is toch wel waar ik heel erg blij van word. Ik ben helemaal fan van abonnees. Ik wil er zoveel mogelijk. Ik wil de beste zijn. En daarom doe ik dit. En het helpt ons ook om mijn ideale levensstijl te hebben. En ook die van mijn vrouw en van mijn kinderen. Ik zeg kinderen omdat ik verwacht dat er dit jaar nog eentje bij komt. Nee, er is nog niks gaande, maar we gaan zaaien en we hopen te oogsten. Als je begrijpt wat ik bedoel. Laten we gauw verder gaan met de tutorial. Je kan dus hier klikken op populairste, maar stel dat je dit kijkt en het is niet meer de populairste. Dan denk je, maar het staat hier helemaal niet. Dus wat doen we? Misschien denk je dat helemaal niet, maar we klikken op nieuwe plugin. En dan gaan we naar contactvorm 7 zoeken. Ik heb het over kinderen en ik word meteen blij. Nu installeren. Bezig met installeren. En het is geïnstalleerd. En we activeren het. Zo simpel is het om een website te maken met WordPress. Nou, als ik even ga kijken in een nieuw scherm. Ga ik even koekeloeren of het nu al werkt. Ik denk het nog niet. Ik scroll naar beneden. En nog steeds werkt het niet. Er staat nu zelfs, het is niet gevonden. Wat ik nu kan doen, ik ga naar de achterkant van de website. En dan zie ik hier contact, contactformulieren. Nu kan ik deze shortcode kopiëren. Command of Ctrl C. Dit wijs ik even af. Hier ga ik naartoe. Bewerk met Elementor. Ik scroll naar beneden. En hier zo zeg ik eventjes plakken. Bijwerken. En volgens mij heb ik me laten vertellen. Als ik nu zoek voor HTML. Oh ja, daar heb je het al. Je ziet het al meteen. We hebben geen HTML-code nodig. Nu zien we het al meteen verschijnen. Dus het duurt eventjes voordat de HTML geladen wordt. Maar anders had ik er weer een oplossing voor. Maar dat is niet nodig, want het is al opgelost. Als we nu eens gaan kijken, we scrollen naar beneden. Ik hoop dat jullie het ermee eens zijn dat we deze pagina in een redelijk snel tempo hebben gemaakt. Omdat we gebruik hebben gemaakt van een template. Op die manier kan jij je website maken. Hier vind ik dat er weinig ruimte is. Hier is dus meer ruimte. Hoe kan je dat fixen? Bewerk met Elementor. Deze sluit ik even. Ik scroll naar beneden. En dan zeg ik hier zo bij de sectie. Je ziet de omlijning inderdaad dat er heel weinig ruimte is hier. Geavanceerd. Onder. Ga ik even wat meer ruimte creëren. 30. Daarvoor moet dit gedeselecteerd zijn. Anders is alles 30. Dat hoeft niet. Nou hebben we meer ruimte. Dus ik zeg bijwerken. Even checken. En dat ziet er beter uit. Je kan ook nog een tekst plaatsen. Volg ons. Om even te laten zien hoe makkelijk het is. Neem contact met ons op. Rechtermuisknop. Dupliceren. En dan kan ik dit naar beneden slepen. Of we gaan weer hier naartoe. Gaan naar een van de ene onderste sectie. Kolom. Daar staat er twee keer de kop. Dan open ik de onderste sectie. En dan naar de kolom. En dan sleep ik het hier naartoe. En als het niet lukt,
Probeer het gewoon nog een keer. En nu staat die kop hier. Ik klik hierop. Ik breng het naar het midden. Ik zeg volg ons op social media. Bijwerken. Dus dat is hoe makkelijk het is. Plugins toevoegen. Stijlen kopiëren en plakken. Teksten aanpassen. Het is allemaal best wel simpel. Nou zijn er nog meer manieren om gebruik te maken van templates. En dat ga ik je ook gewoon laten zien. Dus we sluiten dit. Of beter nog, sluit het hier. Dan ga ik naar de pagina diensten. En dan klik ik op pagina bewerken. En wat ik nu wil gaan doen. Ik wil gebruik maken van een nieuwe plugin. Dus ik klik even op plugins. Nieuwe plugin. En dan zoek ik naar Envato Elements. En ik heb al eerder gezegd, ik wil gebruik maken van gratis tools. Dus dat gaan we ook hier doen. Ik klik op nu installeren. En wat doet Envato Elements? Ze doen iets wat ik niet kan. En dat is namelijk super goed designen. Ik ben een instructeur, ik ben niet echt een designer. Tuurlijk kan ik het leren, maar ik focus liever op het beter worden in het geven van onderwijs. Dan dat ik ineens me om ga scholen tot designer. En toch denk ik ook dat je er bepaalde aanleg voor moet hebben. Wat doen zij? Zij hebben een professioneel team met mensen die allemaal awards winnen. En zij maken allemaal gratis pagina's voor ons, zodat wij dat niet zelf hoeven te doen. Dus we hebben hier Envato Elements geïnstalleerd. En dan zien we hier Elements. Daar klik ik op. Moeten we even aanmelden. Dus ik zeg fair, apenstaartje, fair die corpushoek.nl. En ik ben het eens met de Envato Terms. En ik hoef geen promotie e-mails. Ik klik op continue. En nu, dames en heren, even dit weghalen, zien we hier allemaal websites die wij kunnen installeren. En het mooie is, het is niet één pagina, maar een complete website. Wat ik eerst even wil doen, we gaan naar het filter en ik wil niet de premium template kits laten zien, want daarvoor moet je een abonnement hebben. Als je Engels kan en je zoekt naar op YouTube naar Ferdy en Vato Elements, ik heb er een prachtige tutorial over. De gratis versie, daar ga ik het nu over hebben. Maar ook hoe je 1,8 miljoen assets krijgt. Dus video's, foto's, audio. Je kan het allemaal gebruiken. Geen gezeur met licenties. En wanneer je abonnement stopt, dan kom je ook niet in de problemen. Want heb je nog steeds een levenslange licentie voor alle bestanden die je gebruikt hebt. Nou, dat is dus voor de pro-versie. Super handig. Als je dat wil weten, kan je deze video bekijken. Als je er meer over wil weten, dan laat je zien wat er mogelijk is. Kijk er goed naar. Neem niet alles aan wat ik zeg. Probeer het zelf uit. Ik kan ervan uitgaan dat ik gewoon eerlijk ben. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk. Maar er waren ook mensen die zeiden, nou, ik vind het best wel meevallen. Die 1,8 miljoen dingen die je kan krijgen. Nou, zo heeft ieder zijn eigen mening. Wij gaan werken met de gratis versies. En daardoor willen we een paar dingen uitzetten. We gaan niet werken met de premium templates. Dat kost €15 per maand. We gaan ook niet werken met Elementor Pro templates. Want we maken gebruik van Elementor gratis. En dan is dit wat we overhouden. Geweldig. Dus als ik even ga kijken. Ik ga naar de tweede pagina bijvoorbeeld. Nou, misschien als je een videograaf bent, dan kan je dit gewoon gratis importeren. En je ziet, het ziet er best wel mooi uit. Vind je niet? Nou, bijvoorbeeld, je wil een webwinkel maken. Klikken we hierop. En het mooie is, we zien dus niet alleen een homepagina, maar we zien allerlei pagina's. En niet alleen één about pagina over ons, maar ook een tweede en een derde. Sorry, geen derde. Maar bij sommigen zie je wel een derde. Dus kan je zeggen, nou, deze vind ik niet zo mooi, maar deze vind ik wel mooi. Dan klik ik hier. En dan kan ik zeggen, importeer deze template. Kan ik hier nog even scrollen. Misschien vind ik het mooi, misschien niet. Nou, ik vind het wel wat hebben. Dus ik klik op import template. En dan staat er oké, geïmporteerd. Super. Dan ga ik naar de website. Naar de pagina diensten. Pagina bewerken. Bewerk met Elementor. En dan kan ik hem nu importeren. Mijn templates. Dan staat er Electronic Products About 1. Maar misschien denk ik, weet je, dit is toch geen About Us pagina, maar een dienstenpagina. Dus ik ga even verder kijken. En dan klik je hier. Weer die filters uit. En dan kan je ook hier zo bekijken hoe dat ervoor staat. Je kan ook zoeken. Dus laten we zeggen film of video. Of webdesign. Laten we zeggen agency. Kijk. Oké. Nou, dit ziet er wel heel cool uit. Zo, het ziet er wel allemaal heel cool uit. Nou, dit is iets totaal anders. Laten we hier eens kijken.
Klik ik op. Wauw. Nou, doe eens gek. Importeer template. Dus nu is die geïmporteerd. Sluiten we dit. Moet ik eventjes eruit. De pagina moet opnieuw geladen worden. Bewerk met Elementor. Gaan we weer terug. Dan klik ik hier. Ga ik naar mijn templates. En dan is die daar. Even kijken. Web Agency Home 3. Invoegen. Jazeker, te weten. Daarmee overschrijven we al het andere. Maar we hebben een lege pagina. Dus we kunnen dit gewoon overschrijven. En dan gaan we even laden. En dan is dit hoe het eruit ziet. Super cool. Nou, ik kom hier niet zelf mee als ik dit wil installeren. Of als ik dit wil designen. Dat, en je ziet coole animaties. Ja, ik vind het er gewoon super gaaf uitzien. En wat wij moeten doen, is gewoon de tekst aanpassen. En een beetje misschien naar onze stijl brengen. Dus deze welcome to kunnen we aanpassen. Nou, het heeft totaal niet de stijl van de website die wij maken. Maar het laat wel zien wat er mogelijk is. Want deze stijl kan je ook gebruiken voor de volgende pagina. Je moet even klikken weer. Door al deze templates te gebruiken. Want dit is niet de enige template. Het is een template kit. Dat betekent dat voor elke pagina, de homepagina, de over ons pagina, de verdienstenpagina, heb je deze pagina's in dezelfde stijl. En het enige wat je hoeft te doen is de inhoud te veranderen. Je klikt hier en je zegt, wil je ons inhuren? Vraagteken. En het is aangepast. Dus dat is zo gaaf. Eén dingetje, wel belangrijk, is dat ze de header en de footer hebben ze weggehaald. Dus als ik de website ga bekijken, dan is die weg. Dus stel ik ga naar de homepagina. Dan heb je hier een prachtig menu. En dan gaan we naar diensten. En dan is het weg. Hoe krijgen we dat terug? Hier zo gaan we naar de dashboard, het dashboard. En dan gaan we naar beneden naar de pagina attributen. En dan zeggen we geen Elementor Canvas, maar Elementor volledige breedte. Bijwerken. Vernieuw de pagina diensten. En daar is de header. En daar is de footer. Zo, op die manier kan je het allemaal helemaal naar je eigen wens maken. Kijk dit dan. Het is gewoon een slider. Bam. Zo gaaf. Allemaal gratis, jongens. Het is bizar. Het is bizar. In welke tijd leven we? In een tijd waarin heel veel rondom websites maken gratis is. En oh man, ik word er blij van. Ik hoop jij ook. Ik ga het nu nog een keer laten zien. Nog één keer. Stel dat ik niet aan het opnemen was. Hoe zou ik dit dan doen? Ik klik hier. Ik ga voor de pagina's hier zo. En dan zoek ik even naar contact. Zal ik eens kijken. Nadeel hiervan is dat je dus niet hele template kits hebt, maar gewoon losstaande pagina's. En pas op dat je niet de pro-versie gebruikt, want dat kan niet. Want we maken gebruik van de gratis versie. Maar wat ik hier zie, vind ik wel leuk. Dus ik kan het nog even bekijken als ik wil. Of ik kan teruggaan. Maar ik denk, ja, dit ziet er gaaf uit. Invoegen die hap. Bezig met laden. En nu is het alweer ingevoegd. Dan ga ik naar de eerste sectie. Naar de stijl. En dan ga ik even naar de background overlay achtergrond. Dit verander ik naar niks. Wissen. En dan ga ik naar de gradient. Eerste kleur. Tweede kleur. En die dan wat donkerder. Wel lekker blauw. Zoiets. En dan gaan we het even draaien. 90 graden. Zo. Dan maak ik het wat minder zichtbaar, de achtergrond. De achtergrond, die kan ik aanpassen. Dus dan ga ik weer naar de achtergrond. Afbeelding. En ik wil natuurlijk Amsterdam laten zien. Even kijken, deze. Zoiets. Dit hoeft niet oranje te zijn, maar dat mag gewoon wit zijn, want we hebben een donkere achtergrond. Maak ik wit. Dit heb ik niet nodig. Hier plaats ik mijn tekst. Dus ik begin gewoon met typen. Top. Nou, wat ik dan doe. Hier naartoe. Even de kleur aanpassen. Stijl. Blauw. Rechtermuisknop kopiëren. Plak de stijl. En plak de stijl. Waar is de icoon? Daar is die. Hier zo kan het adres natuurlijk aanpassen. Maar ik wil nu alleen even de stijl aanpassen. Rechtermuisknop. Oh, pardon. Ctrl Z. Command Z. Kopieer. Plak de stijl. Plak de stijl. Hier kan ik het adres aanpassen. Even kijken hoor. Misschien zit het wel in de sectie. Nee. Hier is het element. Kan ik zeggen
Jan Luikenstraat, nummer 36 in Maassluis. Ik ga verhuizen dit jaar, dus het adres is niet langer super relevant. Daar zo, prachtige plek. En dan hier zo, even op klikken, veranderen de kleuren naar blauw en wit. En natuurlijk kan ik individueel bij inhoud alle linkjes weer aanpassen. Bijwerken. Ik zeg hier, onder kan je contact met ons opnemen. Dus wat ik nu kan doen, ik kan naar de tekstbewerker gaan. En dan kan ik het formulier even kopiëren en plakken. Kijk, zit hij nog in mijn codes? Ja, daar zit hij nog. Gaan we even wachten. Wat gaat er gebeuren? Er gebeurt nog even niks, dus ik ga even kijken hoe het eruit komt te zien als final result. Super leuk. Je ziet alleen dat de kleur hier donker is. Dus wat kan ik dan doen? Even kijken. Dan ga ik naar de stijl. Tekstkleur. En dan zeg ik wit. Bijwerken. And that's the way the cookie crumbles. Dat is hoe makkelijk het is. Ik wil wat meer ruimte hierboven en hieronder. Hoe doe ik dat? Wat ik ook kan doen, ik klik hier zo naar de layout, ga ik sectie uitrekken, volledige breedte. Oké, dan ga ik naar deze kolom, die dupliceer ik en dan haal ik hier zo het formulier weg en hier zo even kijken, deze kop en hier zo zeg ik, niet hieronder, maar laat één bericht achter. Want op een telefoon gaat het er anders uitzien dan op een groot scherm. Nou, dit ziet er niet helemaal uit, maar ik wil gewoon even laten zien wat er mogelijk is. Als ik dit allemaal niet wil, command Z, 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 Z. Of hier zo bij geschiedenis. Even kijken. Yes, oké. Nou, dan sleep ik dit wel even gewoon naar een nieuwe sectie als ik wil. Dus ik kan ook zeggen, weet je, hier komt een nieuw gedeelte. En daar wil ik het inslepen. Kan ik dat zo doen. Vasthouden, scrollen. Of met de pijltjes op het toetsenbord naar beneden scrollen. Alleen dan hier zo ga ik weer naar stijl en maak ik de tekst weer normaal door te zeggen wissen. Bijwerken. Dus je ziet, als je het veel doet, dan word je wat sneller erin. En het ziet er nog niet perfect uit, maar ook hier kan ik zeggen, weet je, doe even rustig aan. Niet de volledige breedte. Doe maar een vaste breedte. Van laten we zeggen 500. Kijk hoe dat eruit ziet. Bijwerken. En dan ziet het er zo uit. Nou, er mag nog wat meer ruimte zijn. Dus hier zo zeg ik. Geavanceerd. Marge 30. En onder ook 30. En gewoon een header. Kijk, hebben we een header. Deze of deze. Kopiëren. Sleep dit naar beneden. Zo. Tekst gaan we natuurlijk even weer wissen. Of blauw maken. En dan zeg ik hier zo. Neem contact met ons op. En als je dan wil, dan kan je in de tutorial hier zo YouTube contact vorm 7. Als het goed is, ja, sta ik bovenaan met een in-depth tutorial van een half uur over hoe je zoveel meer uit je formulier kan halen. Kan je bestanden up laten loaden. Mensen kunnen dus foto's sturen, mensen kunnen keuzes maken, drop-down opties. Er is zoveel meer mogelijk. Alleen hier wil ik het gewoon even laten bij een simpel formulier. Want mensen moeten gewoon in contact met jou kunnen komen. Dus gaan we even de pagina bekijken. Ziet er prima uit. Ziet er prima uit in onze stijl. En neem contact met ons op en verzenden. Zo kan het gaan. Nou, wat we nu gaan doen. We gaan kijken naar de portfolio pagina. Maar niet iedereen wil een portfolio hebben. Dus daarom heb ik een aparte tutorial hiervoor gemaakt. Mocht je een portfolio willen maken. Dan kan je hier zo naar ferdycorp.com gaan. Dan ga je naar tutorials. Hoe maak je een WordPress website. Dan scroll je naar beneden. En dan helemaal hier staat. Maak een portfolio in je WordPress website. Als je daarop klikt, dan ga je naar die tutorial.
En als je dit wil skippen, dan kan dat ook. Dit is het eindresultaat, een portfolio waarin je zelfgemaakte werk kan laten zien aan potentiële klanten. We gaan categorieën aanmaken, dus ik heb film, fotografie en webdesign. We maken hierin gebruik van een gratis portfolio plugin die je kan configureren in Elementor. En als ik bijvoorbeeld naar fotografie ga en ik hover hier overheen, dan zie ik bruiloft Daniel en Lia. En als ik daarop klik, dan laat ik je ook zien hoe je met Elementor een mooie galerij kan maken en hoe je automatisch gerelateerde portfolio items kan laten zien. Ook gaan we secties opslaan en laten importeren om tijd te besparen. Dus nogmaals, als je dit wil volgen, ga dan naar ferdycorp.com. Hoe maak je een website? En daar kan je die tutorial vinden. Hetzelfde geldt voor de blogpagina. Niet iedereen wil een blog hebben op hun website. Dus ook voor dit gedeelte van de tutorial heb ik een aparte tutorial gemaakt. En daar laat je stap voor stap zien hoe je blogberichten aanmaakt, hoe je ze opmaakt en hoe je een prachtige blog creëert in jouw website. Mocht je blogberichten en een blogpagina willen maken, dan kan je hier zo naar ferdycorp.com gaan. Dan ga je naar tutorials. Hoe maak je een WordPress website? Scroll je naar beneden en dan kan je hierop klikken. Maak een blog in je WordPress website 2020. Als je deze tutorial gaat volgen, dan is dit het eindresultaat. Een blogoverzicht met de meest recente blogberichten. We gaan hier naartoe. Scrollen naar beneden, dan zien we onze laatste blogberichten. En wanneer we naar een blogbericht gaan, bijvoorbeeld zoals een mens denkt, dan gaan we zoiets als dit maken met de Gutenberg Editor. We gaan het hebben over de zijbalk met widgets. Het gedeelte van de footer widgets gaan we ook in de blog tutorial maken. Dus als je dat wil leren, ga dan naar ferdycorp.com. Tutorials, hoe maak je een WordPress website? Scroll naar beneden en klik hier en dan ga je dat ook leren. Wij gaan nu naar de homepagina. We gaan nu iets heel belangrijks doen, want tegenwoordig worden heel veel websites gezocht via tablets en telefoons. En als je website daar niet voor is geoptimaliseerd, dan verlies je gewoon klanten. En dat willen we niet. We willen klanten winnen. We willen bezoekers omzetten in klanten. Dus wat gaan we doen? We gaan de website bewerken met Elementor. Daar klik ik op. En van alle pagebuilders waar ik mee werk, is dit echt verreweg de beste wanneer het aankomt op je website responsive maken voor alle apparaten. Dit is hoe onze website eruit ziet op een scherm. Zeker als je dit weghaalt. Zo. Perfect. Maar, hoe ziet het eruit op een tablet? Nou, dat kan je heel simpel checken. Of je klikt hier. Responsive modus. Tablet. Of, we gaan naar desktop en we klikken ergens op. En we kunnen dan bij de stijl van de typografie, overal waar hier zo'n icoontje staat, kunnen we zien hoe het eruit ziet. Op een ander scherm. Dus hier. Of hier beneden. Het mooie is, overal waar dit icoontje vindbaar is, kan je verschillende instellingen doen per apparaat. Dus je kan zeggen, hier moet de afmeting echt super groot zijn. En als we dan naar dit scherm toe gaan, kan ik zeggen, nou, hier mag het heel klein zijn. Dus als ik nou naar het grote scherm ga, is het groot. En hier is het klein. En zolang je hier geen instellingen hebt bij een ander apparaat, gaat die automatisch aan de haal met de instellingen van de desktop. Dus hier breng ik het weer terug. Dus we gaan gewoon eens kijken, hoe ziet alles eruit op een tablet? Ik vind dit er prima uitzien nog steeds. Menu. Prima. Scroll naar beneden, fotografie, film, webdesign. Wat ik hier zie, is dat het niet helemaal goed uitlijnt op een tablet. Dus wat doe ik? Ik klik hier. Dan ga ik naar geavanceerd. Dan zien we dat de marge nu gebaseerd is op de tablet. Dan uncheck ik dit. En bij boven druk ik gewoon een paar keer op de plus. Dus ik kan nu pixel perfect alles gelijk trekken. Bijwerken. Dus het ziet er nu goed uit op een scherm, groot scherm. En ook op een tablet. Nou, wat ik mooi vind hier is dat ik nog steeds goed zichtbaar ben. Dus dit hou ik gewoon zo. Wat mensen over ons zeggen. Ziet er prima uit. En hier zie ik maar één icoontje. Dat vind ik een beetje overdreven. Dus ik kan hier klikken. En dan staat er ergens. Oh, trouwens, even wat groter maken. Medium large. Slides om weer te geven. Nou, ik zeg gewoon 3. Doe eens gek. Op een tablet. En hier ook 3. Bijwerken. Ga ik eens kijken hoe het eruit ziet. Ik ga de website checken.
Ik scroll naar beneden. Hier zie je de 3. Als ik dit nou kleiner maak, wanneer die verspringt, dan zie je er nog steeds 3. Dus hier zie je dat menu al in de tabletmodus is. Daarmee weet je dus dat dit de weergave is van een tablet. En nu zie je er ook 3 hier zo, in plaats van maar eentje wat je net zag. Dus soms wordt het niet helemaal perfect weergegeven. Hier zo. Maar als je dan even checkt op de echte website en je maakt het kleiner, dan ziet het wel beter. Nou, dit ziet er ook prima uit. En wat wij hier kunnen doen, ook heel interessant. We hebben deze sectie hier. Die kan ik volledig dupliceren. Dan klik ik hier op deze sectie. Dan ga ik naar geavanceerd. Dan scroll ik naar beneden en bij responsive zeg ik zichtbaarheid op de desktop verbergen. Maar omdat dit de bovenste is, wil ik zeggen op de tablet verbergen. En wat je ziet, omdat dit de tabletmodus is, zie je dat dit half doorzichtig is geworden. Dus je weet nu, als ik in de tabletmodus ben, hoef ik dit niet aan te passen, want dit wordt toch niet in de tablet getoond. Maar deze wel. Als ik hier nou zeg, klik, geavanceerd, responsive, op een desktop verbergen, dan zie ik hem hier nog steeds, maar als ik naar de desktop view ga, dan is het andersom. Dan is deze zichtbaar, dus deze kan ik bewerken, maar deze niet, want die wordt toch niet op een desktop getoond. Dus ik ga naar de tablet view. En voor de tablet kan ik zeggen, weet je, ik wil er geen 3 laten zien, maar ik wil er maar 2 laten zien. Maar dan wil ik het niet zo laten zien, nee. Dan ga ik naar layout settings, zeg je, ik wil 2 columns laten zien. Even kijken hoe dat eruit gaat zien. Hier, op een normaal scherm, zien we er 3. En als ik het kleiner maak, dan zien we er maar 2. Helaas worden ze niet in het midden gecentreerd. Misschien kan ik dat wel even fixen. Ik maak het even groter hier. Ik klik hier zo. Of ik klik hier zo. Dan zeg ik verticale of horizontale uitleiding gecentreerd. Kijk hoor, tussenruimte. Gecentreerd, nee. Nou, wat ik nog kan doen, hier zo. Geavanceerd. Padding. Links. Als ik het op die manier doe, wordt hij wel wat kleiner. Het is een omweg, maar het is een omweg die werkt. Kijk, zoiets. Bijwerken. Misschien kan ik dan bij rechts nog in de min gaan. Nee, laat ik daar maar niet over beginnen. Zo, prima. Laatste blogberichten. Nou, wil ik het ook gewoon proberen. Dupliceren. Bij de bovenste zeg ik geavanceerd. Responsive. Niet laten zien op een tablet. En bij deze zeg ik geavanceerd. Responsive. Op een desktop verbergen, maar hier wel laten zien. En dan wil ik hier ook proberen om maar met 2 berichten te gaan werken. En dan hier layout settings. 2. Ik denk dat hetzelfde probleem is, want het is hetzelfde element. Maar ik moet zeggen, 3 ziet er ook prima uit. Dus ik ga weer naar query. 3. Dus ik kan ook dit terugzetten en dan gewoon de laatste 3 projecten laten zien. Kijken of ik dat een beetje snel kan. Hup. Inhoud. 3. Best. Bijwerken. En dan hoef ik dus ook geen 2 verschillende te hebben en ook hier niet. Dus dat ga ik ook even aanpassen. Deze haal ik weg. Deze ook. En dan bij alle 2 laat ik wel even zien dat ze overal getoond moeten worden. Gaan we naar de mobiel. Even kijken. Verdicorp Media. Ja, dit ziet er dus een beetje bijzonder uit. Dus ik klik hier. Ik ga naar de typografie. En ik maak het gewoon wat kleiner. Verdicorp Media. Hier zo. Moet ik me afvragen, moet ik dit willen? Want het wordt wel heel klein zo, denk ik. Nou, op zich kan het nog wel zo. Maar wat ik ook kan doen, Command Z. Dupliceer. Hier zo zeg ik. Bij geavanceerd. Weet je, laat maar niet zien. Op een mobiel.
Bij deze kan ik zeggen, geavanceerd, responsive, laat maar wel zien op een mobiel en niet op de andere apparaten. En dan kan ik hier zeggen, stijl of inhoud, shift-enter, shift-enter. En als je het niet ziet, openen, BR, spatie, sluiten. Nee, forward slash, sluiten. Ik weet het nou even niet meer. Ik gebruik niet zo heel vaak deze codes, maar het werkt. We hebben 3 rijen. Dus wat zien we zo? Het ziet er zo uit. En wanneer we het scherm kleiner maken, en echt klein, dan komt het onder elkaar te staan. Film, fotografie, film, webdesign. Nou, die 2 buttons, die houden het prima uit op mijn telefoon zo. Dus die laat ik lekker voor wat het is. Anders kon ik die ook nog onder elkaar zetten. Maar zoals we zien, ziet dat er prima uit. We hebben fotografie met de afbeeldingen, informatie, film, informatie en webdesign. Dit is prima zo. Wat mensen over ons zeggen, ook prima. Als klanten, klant voor wie werken, ook prima. En dit, wat ik ook kan zeggen, weet je, laat het allemaal helemaal niet zien op een mobiel. Geavanceerd. Responsive. Op een mobiel verbergen. En dan zie je dus dat het grijs wordt. Onze laatste projecten. Onze laatste blogberichten. Prima, prima, prima. Prima. Wil ik je nog een truc laten zien? Of een truc, gewoon een functie. Daarvoor gaan we even naar over ons. En wat we hier zien is rechts de afbeelding van mij en links de tekst over mij. Maar het kan een beetje verwarrend zijn, want als ik klik op bewerk met Elementor en ik ga naar de mobiele versie, of misschien ook wel de tablet versie. Ja, nee, hier zie je het nog goed, maar bij mobiel, dan heb ik hier de 4 afbeeldingen, prima. Hoewel ik denk dat is gewoon afleidend, want het zegt verder niks. Dus die zou ik verbergen op een mobiel. Responsive uit, sorry, uit op een mobiel. Dus die zijn nou weg. Wat zie ik hier? Eerst zie ik mijn naam, dan zie ik mijn foto, dan zie ik Anna's foto en dan zie ik weer de naam. Dat wil ik andersom hebben. Nou, als je kijkt, dit is 1 sectie. Nou kan je dupliceren, de ene verbergt de ander niet en dan andersom slepen. Nou, ingewikkeld. Wat je nu kan doen, ik wil eerst de foto en dan de tekst. Dan ga ik dus naar de mobiele versie. Ga ik naar de sectie. Hier zo, geavanceerd. Responsive. En dan staat er kolommen omkeren op een mobiel. Dus nu zegt hij wat eigenlijk rechts staat, moet nu naar links. En wat links staat, moet naar rechts. Dus nu zien we eerst de afbeelding en dan de tekst. En hieronder zien we ook eerst de afbeelding en dan de tekst. En op die manier kan je dus dingen switchen. Nou, dit ziet er ook prima uit. Volg ons op social media. Je kan nog zeggen, weet je, dat wil ik gewoon even in 1 zinnetje. Niet in 2 regels. Bijwerken. En zo kunnen we heel de website langs gaan en de website responsive maken. Een ding wat ik erg jammer vind op dit moment, en dat is nog met geen 1 page builder zo, is dat ik graag ook een optie zou willen liggend voor mobiel. Daar zijn nog niet de pixel perfecte oplossingen voor. Dus heel soms kunnen dingen er anders uitzien op een mobiel. Wanneer je op liggende modus bekijkt. Maar ik denk, Elementor kennende, dat daaraan gewerkt wordt. Dus dan hebben we onze website. Ik sluit dit even. En laten we eens kijken wat wij nou hebben gemaakt. Als ik nou naar de voorkant van de website ga. We hebben ons domeinnaam geregistreerd en onze webhosting. Ja, dit is ons adres van de website. En al deze afbeeldingen komen van de webhosting. We hebben een logo toegevoegd. Een prachtig menu gecreëerd met een submenu. We hebben het geanimeerd. Wanneer je erop klikt, ga naar een andere pagina. Wat er prachtig uitziet hier zo. Gaan we even terug. Ik heb je laten zien hoe je met Elementor een pagina kan maken. Deze hero met deze tekst. Hoe je het zo kan maken dat het converteert. Dat je bezoekers ook echt klanten worden. Je kan ze interesseren, dat ze op meer informatie klikken. Of je kan ze zodanig overtuigen dat ze meteen contact met je op willen nemen. Daarna heb je laten zien hoe je het best wel cool kan laten ogen met zo'n schuine balk. En deze 3 diensten die een beetje omhoog geschoven zijn. Ik heb laten zien hoe je kan werken met een galerij. Hoe je kan dupliceren, hoe je stijlen kan kopiëren en plakken. Hoe je dit met een template kan toevoegen en dan aan kan passen. Hoe je de kleuren aan kan passen.
hier ook hoe je alles gewoon kan importeren en aan kan passen, zodat je een hoop tijd kan besparen. Dan onze laatste projecten. We hebben een portfolio gemaakt. Als je daarop klikt, ga je naar het portfolio item toe. Onze laatste blogberichten. Als je hierop klikt, ga je naar het blogbericht toe. We hebben footer widgets gecreëerd. En hier zo een socket heet dat, waarin we ook linken naar de algemene voorwaarden en de privacy policy. Dan gaan we naar de over ons pagina. Ik heb je laten zien hoe je dit toe kan voegen met een template die al gemaakt is en hoe je alle tekst heel simpel aan kan passen. We hebben een contactformulier geïnstalleerd. Dan hebben we de dienstenpagina. We maken hierbij gebruik van Envato Elements. Het ziet er totaal anders uit, maar ik wil gewoon het punt maken hoe je heel snel een gelikt design kan creëren, importeren en dan aan kan passen. Dit ziet er allemaal super mooi uit. Als ik deze afbeeldingen verander, deze teksten, dan heb je heel snel je eigen look and feel. Kan je eigen draai geven aan je website. We hebben het gehad over een portfolio, hoe je die kan maken en hoe je die kan filteren op basis van film, fotografie en webdesign. Ik heb je laten zien hoe je blogberichten maakt en hoe je een blogpagina maakt met je thema, maar ook hier met Elementor. En ik heb je laten zien hoe je met Gutenberg prachtige blogberichten maakt, zoals deze. We hebben het gehad over reacties, we hebben het gehad over de sidebar met widgets, of de zijbalk. En dan de contactpagina, hoe je die kan importeren met een template van Elementor zelf, en hoe je die in een korte tijd aan kan passen. Mocht je nog vragen hebben, laat het dan weten in de comments. Dit was het. Wil je meer leren, dan kan je naar YouTube gaan en zoeken naar Ferdy Korpershoek. Je kan je abonneren als je wil. Ik heb meer Engelse tutorials, maar ik wil ook tutorials gaan maken in Nederlands over WooCommerce, over Elementor Pro, over Astra Pro, omdat ik ook de Nederlandse mensen wil dienen. Omdat ik heel blij ben dat ik uit Nederland kom, ben ik trots op. En als je goed Engels kan, dan zou je nu kunnen zoeken op Ferdy Korpershoek, WooCommerce bijvoorbeeld. En dan kan je daar meer over leren. Heel erg bedankt voor het volgen van deze tutorial. Ik hoop dat je nu een prachtige website hebt gemaakt. Voel je vrij om deze video te liken en te abonneren voor meer opkomende video's over WordPress. Wel in het Engels, maar goed, daar kan je weer van leren. Misschien kan je al heel goed Engels, dan kan je ze ook gewoon volgen. Ik ga ook af en toe een Nederlandse video uploaden, maar voornamelijk Engels. Ik wens je een hele mooie dag toe. Heel veel succes met je business of met je, wat je ook hebt gemaakt, waar je de website ook voor hebt gemaakt. En dan tot de volgende keer. Adios.